Opname starten. Misschien YouTube. Wanneer ga je dan verder met die andere hardcore? Dan zijn we nog met de afsluiting bezig. Dus dan moeten we nog even kijken hoe en wat. Ja. Dat kan niet, Daniel. Dus 13. Dat kan niet. Giant Biomes. Dat kan niet. Dus. Stevecraft. Wees origineel. Ik bedoel, hoe gaan we de wereld noemen waar dat wij nou aankomen? Met skin is Eevee. Goh, wat een verrassing. Ik ben nog heel veel schnitzels aan het bakken voor mezelf. Dadelijk noem ik de wereld schnitzel, hoor. De wereld is een schnitzel. World of Eevees. Maar ik ben de enigste Eevee, Daniel. En dan is het World of. Jeet streamer, sorry, maar daar moet ik toch een time-out voor geven. Dat is nou... Dat moet echt een keertje stoppen, sorry jongen. Ik dacht niet wat er gebeurde, maar... Townnaam request die weer te maken heeft met... Ja. Gelukkig ben ik niet aan het livestreamen wat ik aan het koken ben. Flareon is ook een soort EV, klopt. En we kunnen misschien nog evalueren, wie weet wel. Ik bedoel, serieus, ik heb skins genoeg. Oké, eens heel eventjes kijken. Ik ga hem noemen... Ik ben nou al inspiratieloos. Oeh, dat... Nee, ik weet al, want ik weet al wat voor huis dat ik wou gaan maken. Dus ik ga hem gewoon zo noemen, Eevee's Tree. Dan maar hopen dat we een goede biome spannen, want anders wordt het tien keer niks. Create new world. Goed, we moeten snel gaan beginnen, want echt serieus, de eerste nacht, het is gevaarlijk en alles. En ik ben zo roestig als mijn zijkant, dus we moeten snel, 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 snel. Heel snel. Oké, we spannen in een soort van forest. Niet echt een forest waarvan dat ik zou zeggen van, jee, waar ben ik blij om hier te spannen. Aan de andere kant, spannen in een berg. Oh ja, spawn protect. Oh, heb ik bloklek? Serieus? Wat? Ik heb bloklek. Dat is... Huh? Ja, wel. Hoe kan je bloklek hebben? Misschien de eerste seconde, want nou is weg. Nou, het kan misschien zijn dat de wereld niet helemaal gerenderd was, inderdaad. Dat dat de reden is. Nou ja, maakt niet zo veel uit. Laten we heel eventjes snel even een portable crafting table even meenemen. Eens kijken of ik nog weet hoe dat een beetje de decent normale zooi werkte. Stokkies. Een houten axe is altijd wel fijn om te hebben. Een pickaxe is altijd wel fijn om te hebben. En natuurlijk het zwaard. Nou, meestal sla ik een houtzwaard over. Ja, 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 meneertje Mimme, ik weet het. Mimme die sla... Oh, we zijn aan de voet van een berg beland. Hey, misschien zit hier al kool. Bloemkool, hersenkool. Nou, je kan in ieder geval direct al wat steen hakken. Dat was ook al... Mimme. Je zou niks zeggen. Ik ga wel verder met eten koken. Ja, nee, dat snap ik. Mimme die wou namelijk, die weet heel veel van 1.13. Ik weet er nog niks vanaf. En ja, Mimme die heeft dan automatisch al de tik van, ja, ik zal adviezen gaan geven. Ja, ik ga helemaal geen advies geven. Alleen als je ergens om vraagt. Want anders weet je wel, dan is Mimme stem de controller en ben ik degene die het uitvoert. Maar ik merk wel, even wachten, één ding even, want even kijken, sound, music en sounds. Oh, waarschijnlijk hebben ze het hakgeluid zachter gemaakt. Zou kunnen. De muziek staat op 30, maar alle andere sounds staan gewoon op 100. Huh. Ja, de... is er niet meer, de... Ja, de...
Als je een blokje weg hebt gehaald. Met kruiden. Kook ze. 3. Mag ik ook een huisje? Nou, waarschijnlijk ga ik inderdaad wel gewoon een leuk huis maken. Dat is wel een beetje de idee. Ik wil een boomhuis eigenlijk een beetje maken, het idee. Vergeet niet, het is hardcore. Want dat vind ik wel de grootste spanning natuurlijk wel een beetje geven. Maar ik denk dat we de eerste nacht gaan overleven en maar gewoon eventjes een paar basic materialen gaan halen. En tot we dus de eerste nacht maar heel eventjes in de berg moeten gaan slapen ofzo. Ik bedoel, we kunnen alles nog altijd meenemen naar een oud huisje, boompje, beestje. Wanneer het nacht wordt, dan gaat het gevaarlijk worden. Dear God. Hey, hamskoteletjes. Oh nee, wacht eventjes. Dit zijn een spare rib. Gehakt. In principe alles dat op YouTube staat, wordt niet zomaar verwijderd. Dus daar hoef je niet druk om te maken. Blijven de livestreams hier op YouTube staan lang? Nee, die blijven inderdaad, die worden niet verwijderd. Twitch zeg maar, die verwijdert livestreams automatisch na 2 weken. Maar alles wat ik zelf handmatig op YouTube upload, dat blijft er zo lang staan als dat ik zelf wil. En ja, verwijderen, dat doe ik bijna niet. Want iedereen die maakt nog steeds mijn eerste Mega Man Let's Play. Heerlijk belachelijk. Toen je nog English begon en dat ik gewoon in één keer random parts gewoon in één keer in het Nederlands begon te zeggen. Echt, dat ging helemaal nergens over, jongens. Echt serieus. Ik heb geen idee waar ik nu weer hier ter wereld ben. Maar dan die blijdschap komt enkel door mij. Ik ben al verdwaald. Nu al. Gaat goed. Daar is mijn berg. Nou, volgens mij is die timer nou ook dadelijk wel al afgelopen, want... Ik vond het heel vervelend om te doen, maar echt jongens, serieus, ga dat niet meer doen. Ik heb het al vaak zat uitgelegd en daar wil ik gewoon niet nog een keer meer over praten. Ik bedoel, serieus, als je ergens niks positiefs over kan zeggen, gewoon er niet meer over beginnen, weet je wel? Dat vind ik al zo vervelend. Nou, little rough, don't you think? Oké, we gaan gewoon heel eventjes Glacial Mountain... Maar bezoeken. Hopelijk dat we weer iets van kool vinden. In de berg. Ja, we hebben kool. Kunnen we tenminste een beetje vlees even alvast halen? Kunnen we een beetje steen minen? Kunnen we op zijn minst een beetje wat tools maken zodat we sneller hout hebben? En dan kunnen we tenminste eventjes zorgen voor een fatsoenlijk huis. Goal. Wat gaat onze eerste goal worden? Ik weet niet. Is op 1.13 het nog steeds zo tot de bazen er nog steeds zo in zitten? Ja, alle bazen zijn er gewoon nog... Er is niet echt een nieuwe baas toegevoegd, dus het is niet dat je een specifiek nieuw doel kan hebben. Nou, dan gaan we gewoon weer, en de dragon. Nou, het enige wat wel heel anders speelt nu, is als je de watertempel zou doen, omdat ze daar dingen aangepast hebben. Nou, ik zou zeggen van gewoon en de dragon. Oh. Ik denk dat gewoon als eerste doel sowieso het leukste eigenlijk gewoon blijft. Nee, we hebben nu Umbrion's huis verkeerd gemaakt. Nee joh. De ene vindt het leuk om ergens anders weer te wonen. De andere vindt het daar weer heel erg leuk om te wonen. Maak je daar nou niet zo druk over. Maar ja, wij gaan ook gewoon proberen iets heel erg moois te maken. Hopen dat we natuurlijk in leven blijven. Want als we niet in leven gaan blijven, dan zou dat heel erg sad zijn. Misschien moet ik even mijn camera iets lager zetten, want echt serieus. Oh, mijn groen scherm die... Ik zag een error. Kijk maar nou eens van... Dan zie je in één keer een stuk van mijn camera in één keer. Zie je dat? Dat is gek, hè? Dat is gek als mijn camera niet meer goed staat. Als mijn camera niet meer goed staat, dan zie je in één keer een stuk van mijn huis in één keer in Minecraft. Dat kan niet, hè? Dat kan niet, hè? Dat kan niet, hè? Blijkbaar kon het wel, maar... Manuel, die grap die heb ik bij de vorige livestream nog gemaakt van het Yoshi-ijsje. Hoe kan dat? Oh, mijn pickaxe is caduc. Nou ja, dan kan ik nou over naar... stenen pickaxen, want ik heb genoeg steen. 1, 2, 3 is genoeg. Laat ik dan ook al gelijk eventjes nou een furnace maken, nou ik daar de kans voor heb.
Ah, doe er gelijk twee, maar maakt mij het uit. Stek toch. Ja, maar het was maar een houten pik, echt serieus. Nou, in ieder geval de regels die ik hierin heb. Ik ga niet lopen stripminen, want daar heb ik een hekel aan. Ik heb echt... ik ben anti-stripmining. Eerste klas. Heeft... ja, eigenlijk al zelfs voordat ik samen speelde met Mume en met Leroy... was ik eigenlijk al een beetje tegen stripminen. Maar sinds wij samen spelen hebben we al helemaal gesteld van... ja, waarom zouden we überhaupt? Laten we gewoon het absoluut niet doen. Eens even kijken. De zon die staat nog hoog. Dus we zouden nog eventueel... oh, ik viel nog bijna in de lava. Dat doe je niet slim. Hoezo niet? Ik viel er bijna in. Oh, er zit hier een cave. We hebben nog geen huis, maar er zit hier een cave. Kan soms ook wel interessant zijn. Gelijk al beginnen? Met... ja. Het is een risico, maar het kan ook voordeel bieden. Maar ik heb maar te weinig hout en nog... wacht eventjes, dan gaan we gewoon heel eventjes eerst hier heen. Jongens, moet ik eerst een cave gaan? Moet ik eerst een cave gaan? Oh, dit is echt zo lang geleden dit. Chat! Wat moeten we doen? Ah, ik ben bijna klaar met koken. Niet erin gaan, dat zegt Daniel. Stevie, je hebt mijn lessen niet gehaald. Geen lava nu. Daniel zegt niet erin gaan, maar aan de andere kant dan hebben we alvast iron, hebben we iron tools, waardoor dat we dadelijk nog sneller hout kunnen hakken en stenen kunnen minen en noem maar op. Ik bedoel, we hebben een beetje voedsel bij ons, we hebben stenen. Ik heb hier nog een boom die ik eventueel eventjes kan kortwieken. Ik heb geen appel, dat is waar, maar... ja, we weten niet... nee, Daniel, je hebt gevoot voor nee. Kazi, ik denk niet dat ik naar jouw advies ga luisteren. Zwaard omzetten in steen. Ja, dat was ik wel van plan. Zeker, 100%. Maar Daniel, je had gevoten voor... nee, nou ja, weet je wel, echt serieus. Jongens, echt, de dag die eindigt. Je moet hoe dan ook nu snel een keuze maken, dus... Flareon zegt ja, ik volg Flareon. Flareon is te vertrouwen. Flareon houdt ons wel warm in de cave. Flareon geven we de schuld als het fout gaat. wait, what? Oh, wat gemeen, Stevie! Ja, sticks zijn het belangrijkste, want ik hoef geen houten tools meer te maken. Oké, nou eventjes upgraden dan naar een stenen zwaard. Zo. Oké, dan... dan gewoon nou... nou, Cornelis die foto ook al voor ja, dus... here we go. Misschien handiger geweest als ik misschien een schild had of iets. Dat we hier nou echt de eerste nacht door gaan brengen, dat lijkt me niet echt heel erg verstandig. Oh, een schild is vrij snel te maken, dus... maar ik heb geen blokken hout, want ik heb alles omgezet in stokjes. Oh, ja, dan... Nee, je zou geen advies geven. Nee! Nee! Nee, het is gewoon puur... oeh. Dat is het enige. Ik weet dat het was een domme zet, maar... dat heb ik af en toe ook wel eens. Hey, Skillboy! Geen advies. Woef. Nou, het punt is, Mume die... heel erg vriendelijk, dat is geen enkel probleem natuurlijk. Maar Mume die geeft heel graag advies en die had echt zoiets van... nee, ik wil jou eigenlijk weer een keertje zien struggelen ermee. Dus, ja. Voordat de livestream was begonnen, hadden we elkaar al afgesproken van... oké, prima, ik ga gewoon Minecraft doen. Jij gaat niks uitleggen over 1.13, want dan moet ik zelf achter gaan komen. Toen zei dat ik echt ergens niet uitkom en zeg van... hé, hey, hoe zou... en ja, met adviezen... pas als je Mumepedia oproept... gaat Mumepedia aan de gang. Ja, en met adviezen hadden we dus ook al gelijk afgesproken van... ja, tot hij dus geen advies zou gaan geven. Tot hij dus al gelijk inderdaad mee zou kijken en van... nou, ik zou dat anders gedaan hebben. Weet je wel, dat. Oké, is ook irritant, maar... leuk irritant. Ja,
Dat zwaardje mag heel eventjes weg. Poef. Zo. Ik heb voedsel nodig. Nou, dat komt goed uit, want mijn schnitzels zijn praktisch klaar. Yay! Maar... Marshmallow? Nee, die fikken te hard. Daar ben ik achter gekomen vorige week. Ondertussen, ik weet niet. Ik vind dat. Ik zie iron! Wat is daar zo diep? Er komt niks naar binnen gelopen, hoop ik. Echt serieus. Ik snuit mijn neus jullie richting op. Echt tussen. Dit is niet de eerste cave die ik wil gaan exploren, maar een beetje iron kan nooit kwaad. Kan ik hier niet? Oh. En zoals altijd klinkt het geluid een beetje goed in balans. Nee. Ik moet zeggen, ik moet echt wennen aan de SFX dat die zo zakjes is. Nou ja, dan moet je alles qua balans aanpassen. Nee. Ik bedoel gewoon qua... Music is zelfs van friendly creatures, hostile creatures, weather, players, voice speech, environment, blocks. Alles staat op 100%. Ja, ik bedoel, wil je bijvoorbeeld de blokgeluiden hoger hebben, dan moet je de rest allemaal lager zetten, zodat blokgeluiden dan uitspringt. Maar ja, dan moet je ook weer met de stream, dan moet je alles aanpassen. Dat wil ik niet. Oh nee. Ik hoorde dat. Er is nog een skeleton. Kikje. Mijn doel. Skeleton. Ik hoor een skeleton. Daar ben ik echt niet blij mee. En ik zie erboven, zag ik net een zombie staan. Daar staat een zombie. Ja, maak je maar geen zorgen. Ik heb de brandblusser. Oké, wacht. Als ik hier nou... Waar zijn mijn bouwblokken? Het is steen, maar dat maakt mij even niet uit. Oké. Wij maken gewoon hier een trapje. We maken een trapje. Oké, jongens. Ik ben echt alweer heel erg gespannen op het moment. Dan zijn we pas net begonnen. Kun je nagaan. Ik wil niet gelijk daar naar beneden kunnen vallen. Oké, zwevende gravel, dat is nooit goed. Hallo? Huh. Oké, dat was echt een legitimate dat ik al bang was van de skeleton geluid. Jezus zeg! Hallo? Huh, Nike's! Nee, ik ben er niet. Nee! Ik zei dat ik er niet ben. Ga. Oh mijn god, dat ding dat doet pijn. Oh mijn god. Je hebt een schild nodig. Duidelijk. Is dat weer dag? Nee. Waarom ken ik geen vlammenwerpen? Waarom ben ik een hele... Serieus, het leven in voor Eevees in Minecraft is niet altijd... gaat niet goed. Hallo, Sir Fleer. Heb jij toevallig een schild voor me? Dan ik zeer op prijs. Ik zit daar een creeper of zo. Ik durf echt niet, jongens. Ik ben echt... Hallo? Is het secret? Is het safe? Ha! Torches. Ik zal ze gebruiken ook. Is hier een beetje iron? Kom op, een beetje iron voor mij. Een klein beetje maar. Vraag niet veel. Een klein beetje iron. Oh, kijk nou toch eens.
De achterkant van die... Oké, okay, die zombie heeft mij gezien. Daar ben ik niet blij mee. Oh. Nou, het is hier in ieder geval nog redelijk verlicht. Daar beneden lag wel iron. Dat is gevaarlijk, want... Wacht, ik heb een idee. Daar komt niks meer doorheen. Ja, maar dat is wel flame. Jongens, dit is hardcore. Flareon is flame. En dan de protective flame. Oké. Nou kan daar niks meer uitkomen. Dus dan kan ik rustig hier naar beneden kijken. Toch? Oh, jongens, echt serieus. De spanning stijgt nu al. Waarom ben ik hierin gegaan? Ik ben echt dom. Oké. Die hoop botten, de jeugd van tegenwoordig. Zomaar mijn cave inlopen. Ik zal er een eind aan maken met mijn kabijnen kapot. Hé, wat? Ja, ik weet dat jij nog nee zei, maar ja, dan hadden we deze spanning niet gehad. Fluff zei ja. En Fluff is een hele goede Flareon. Toch? Ja, zeker. Ik denk dat ik al het foutje weet wat er bij Minecraft is, maar ik weet niet hoe dat kan veranderen. Want volgens mij staat mijn Minecraft op surround, terwijl dat die op stereo had moeten staan. Dat probleem had ik namelijk ook in GTA. Die stond ook in één keer op surround. Oké. Okay. Ja. Ik zal eens even kijken of ik die settings hier kan vinden, even snel. Want volgens mij zat er ook bij Music and Sounds. Nee. Weet jij daar iets van mee? Geen idee. Misschien in de algehele geluidsinstelling van je computer, maar... Nee, dat is Minecraft geluiden. Andere geluiden die staan gewoon op stereo. Volgens mij staat dat gewoon normaal, maar ik weet niet. Oké, nou ja. Zal goed zijn, toch? Ik ben gewend dat ik echt gewoon de blokjes goed kan horen als je ze mind. Maar ik hoor nou bijna niks, want... Dat is juist het gekke ervan. Waarom gaan we... Ik weet dat ik af en toe het probleem had dat ik helemaal het geluid niet meer hoorde. Het geluid. Dat van de game dat werkte, maar jij hoort iets. Dus het is niet hetzelfde probleem. Oh, er zitten daar zombies. Maar er zit hier één blokje iron. Ah, ze grommen. Hoe is mijn vluchtroute? Oké, daarheen, daarheen. Oké, duidelijk. Maak daar maar gewoon een vier plateau van. Oké. Nee, niet grommen naar mij. Oh, jongens. Niet. Ik heb een idee, Ik ben nog niet klaar om met jullie te vechten. Dus ik sluit de boel hier af. Het gaat mij alleen maar om dat kleine stukje iron. En voor de rest ben ik pleitos. Weg. Oh mijn god, er zit hier nog een hele cave achteraan. Ook nog eens een cave. Oh wacht, is dat iron? Nee, dat is gewoon een copstone. Nee, grond niet naar mijn gezicht. Daniel, ik raad jou echt een keertje aan om gewoon zonder creative te spelen. En dat is ook gewoon hardcore. Heel een hardcore te spelen. Alles gaaf. Alles is eng. Maar dan ook echt alles. Oké, nou, we hebben in ieder geval... Volgens mij zou het nou wel dag moeten zijn. We hebben een beetje iron. Echt, ik ben hier echt nog niet klaar voor, jongens. Ik heb nog niet eens een schild. Het is weer dag. We gaan naar buiten. Dus dag. Er kunnen creepers rondlopen, ik weet het. Maar I don't care. Ik kan ook rondlopen. Wij gaan op zoek naar een bos. Naar een Eevee bos. Nou, op zich is dat wel een mooi bos hier. We zitten toch bij de berg in de buurt.
weten tot er een cave zit. Mooi bij een plein. Hele mooie plein. Plein is fijn. Maar ik zie daar een hele mooie boom. Kijk hier nou eens. Kijk hier. Deze boom hier. Die is groot en mooi. Dus we gaan even hout verzamelen. Zachtjes, daar slaapt onze Livion. 'S Morgens vroeg tot 4:30. Ik ben nou weer gewoon rustig bomen aan het hakken. En zelfs nu ben ik al paranoïde dat er in één keer een creeper achter me aan gaat sluipen of zo, weet ik veel. Kijken welke bomen hier staan, want ik vind dit een hele mooie boom om hier... Wacht even, ik had toch botjes? Zijn er twee genoeg? Ah, eentje is genoeg, ik heb een puppy! Nou. Ik moet zeggen, ik vind dit hier echt... Deze boom die is hoog, oké, hij heeft wat extra werk nodig, maar... Ik vind deze boom echt naar buiten staan, die kunnen we wel wat van maken. Oké, ik heb veel hout nodig. En hoe ver staat de zon? De zon? Oh, we hebben nog alle tijd. Zou ik zeggen, van hier omheen maken we het gewoon leeg. We houden het hout zoals dat het is. Maken het echt gewoon een 9x9 boom of zo. Gaan we een plateautje inmaken en alles. Jongens, ik heb een idee. Fluff, jij bent geen brandgevaar. Alleen maar tegen vijanden. Jij mag gewoon rustig in een boom komen, hoor. Zo hé. Hey. Voor je het weet. Pak de brandblusser. Hoezo, daar hebben we Vaporeon toch voor? Als we toch een Eevee-familie zijn, daar hebben we Vaporeon voor. Wel serieus. Het is een wilde Riolu die langs is gekomen. Gezellig, hallo. Ik zeg maar dat ik heel eventjes. Want mijn gezicht is nogal. Ik denk dat ik eventjes mijn lamp iets in achteren schuif. Schuif. Dan zit ik iets meer een beetje in het licht, dan, want anders heb ik een hele donker voorgezicht. Word je ook niet vrolijk van. Bloef! Ik heb een appel! Ja, jullie zaten al te wachten, maar die komt die. Ik ga me inlijsteren, jongens. Op het moment dat we koeien tegenkomen, het eerste leer wat we vinden, inlijsten, huppakee, gewoon een appel. Geen gezeik, een appel. Maar nee, even zonder ongein. Daniel, echt, als je het een keertje... Ik zou zeggen, probeer het uit. Gewoon test het uit. Probeer een keertje een hardcore, echt... De adrenaline. Oh, joh. Hoi. Mijn bel is kapot. Sinds ik Minecraft hardcore speel, wil ik haast niet meer anders spelen. Al gedaan een keer. Doe het dan nog een keer. Maar dan ook dat je niet stripmijnt, niet slaapt en dat soort dingen. Nou, niet slapen, daar ben ik nog... Nou, omdat het een streamserie is, daar heb ik nog niet gezegd meer mee. Oh. Ja. Ik bedoel, het is een stream. Ik bedoel, ja, 's avonds actief bezig zijn en noem maar op. Hardcore is een challenge op zich. En met een groep vrienden vind ik dat heel erg leuk. Maar als je singleplayer hardcore doet, moet ik heel eerlijk zeggen op sommige momenten... Ja, sorry, maar dan wil je toch tot het overdag is in verband met... En ja, ik weet dat er nou nieuwe vijanden spawnen op het moment dat je niet slaapt. Daar heb ik ook verhaaltjes over gelezen, maar... Even kijken, daar is, waar is nou mijn woonboom? Dat is mijn woonboom. Ja, dit wordt onze woonboom. Dit hier, toch? Zoiets? Ik ben het echt helemaal kwijt al, jongens. Was dit nou mijn woonboom? Een van die twee was mijn woonboom. Wat was dat? En ja, ik hoor... de brom die jullie horen, die hoor ik ook. Maar die komt van via Skype van Mimé af. Ik weet niet waarom mijn ding aan het brommen is, want zelf hoor ik het niet.
Maar ik schijn inderdaad te brommen. Een appel! Blijf je nou echt zo overdreven reageren bij elke appel die je vindt? Ja. Oké, jongens. Wat ik ga doen is... Ik ga eerst eventjes hier eventjes de crafting table naast zetten. Dan weten we namelijk van wat is. Gaan we heel eventjes een ladder maken. Dan gaan we hier alvast omhoog. Gaan we eventjes alvast een beetje inhol maken. Weet je wel, van op het moment dat het nacht wordt, dat we in ieder geval een plek hebben om te slapen. Lijkt mij geen verkeerd idee. Gewoon een begin. Ja, de boom wordt veel groter. We gaan hem veel leuker maken. We zien wel. Komt goed. Toch? Eens even kijken. Die vind ik leuk zo. Ik denk dat we hier gewoon de inham gaan proberen op te maken. Zo. Ja, maar Stevie, falling damage en zo. Ik weet het, jongens. Geen zorgen. I know what I'm doing. Denk ik. Want het eerste wat ik dacht van... Hoeveel iron hebben we? We hebben 3 iron. Nou, dan kunnen we 1 shears maken en dan kunnen we een schild maken. Beter kan niet. 1 appel 64. Hey Stee, hoe is het met man? Hoe is het met man? Hoe is het met man? Ja. Met man is het... Ietsje. Ik ben echt niet tevreden hoe dat mijn camera zit, jongens. Ik ben echt niet vrolijk van mijn camera op het moment. Camera issues. Zo, dat is beter. Ja, dat is beter. Oké. Okay. Mee? Ja? Hoe is het met man? Nou, met man gaat het goed, maar met jou? Oké, okay, nou in ieder geval, ik denk dat we hier onze crafting table alvast neer kunnen zetten, dus... Oké, okay, opnieuw. Hoe is het, man? Goed. Man, dude, kerel, gast, hey. Dude. Oké, okay, dit kan wel een beetje gevaarlijk worden, want wat ik wel wil doen, is ik wil wel een beetje een houten doen, want op bladeren kun je niks plaatsen. Dus, daar wil ik wel een beetje zorgen dat we wel een beetje een... Mij maakt het niet uit dat die blokken... Die blokken die mogen gewoon zo random zijn als het maar zijn kan. Dat maakt me echt helemaal niks uit. Maar kan ik alvast een beetje de boomstam dadelijk wat dikker maken? Dat zou ook wel heel erg leuk zijn. Nee, maar alles gaat eigenlijk best wel goed. Oké, ik heb een heel erg vervelend, koud, stom evenement achter de rug gehad. Ik was een gezellige winkel was ik aan het helpen met een en al. En ja... De locatie, het was echt zo koud. Nou weet ik dat er iemand daar geen last van heeft en me waarschijnlijk nu een aansteller gaat noemen. Maar ik gun het je dit keer nog om een keertje te zeggen. Maar ga je het nog 1 keer zeggen? Oké, okay, ik zal het nog 1 keertje zeggen. Het was koud. Aansteller. Why? Je zei toch het mocht zeggen? Misschien moet de andere kant op kijken. Misschien doe ik daar een buitenscherm of zo. Weet ik veel. Daniel, ik had je de eerste keer al gelezen, maar er werd duidelijk gezegd geen hints. Hey, hey daar. Nu kan je er weer wegkomen, maar het is winter in NL, hè? Winter in NL, nou laten we zo zeggen, heel veel die zeggen dat van ja, natuur en weet het allemaal nog meer, het klopt voor geen meter meer, bla 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 bla. Luister, of het nou winter of zomer is, de ene keer is het hartstikke warm, de andere keer is het hartstikke koud. Ik bedoel serieus, lente en herfst bestaan niet meer. En het is geen winter, het is nog steeds herfst. Mag niemand vergeten. Oké, okay, laten we eens even gelijk even dan even die shears maken, dan kunnen we onze eigen struikjes even dadelijk pakken. En laten we maar gelijk een schild gaan maken, want... Dat scheelt weer. Pun intended. Voor gewoon 2 stacks van gewoon hout. Dat is altijd handig. Goed oud, gezond hout. Gelukkig ken ik de crafting recipes nog een beetje uit mijn hoofd. Zo roestig ben ik nou ook weer niet. Plus als je zou vergeten, dan heb je dat boekje aan de linkerkant van je crafting ding. Ja, want dat is nieuw. Of iets. Okay. Nou, dus niet meer. Dat al in 1.12.
Laat ik het zo zeggen. Oh, het wordt al nacht nu. Oké. Dan moet ik hier eventjes een toortje in hangen. Ben ik blij dat de boom vuurproef is, want ik heb hem geïmpregneerd. Want de boom is ongedeerd, want hij is geïmpregneerd. Maar ja, het voordeel is wel, als ik nou die shears even equip. Ik wil dit dus weghalen, dan kan ik gelijk die blokjes hierop pakken. Want kijk, het probleem is, we hebben hier... Waar? Hier! Hebben we nou nog het probleem dat we dus... gewoon een open vloer hebben. En dat willen we dus niet, dus... Dat was een lekkere schnitzel. Geen pretzel, maar schnitzel. Ik moet wel zeggen, ik ben niet heel erg creatief met huizen maken en noem het maar op, maar ik doe mijn best. Dat is het belangrijkste. Daarom, ik weet dat wooden planks meer logisch is, of meer beter en efficiënter. Maar, ja, het is een boomhuis die ik aan het maken ben, dus... Daarom ben ik nou ook voorzichtig sommige bladeren even weg aan het halen, zodat we hier inderdaad een soort van base hebben, zodat we dadelijk onze eerste avontuur kunnen gaan beginnen. Waar ik niet op zit te wachten, want dit is een hele andere boom. En die hele boom, die moet hier weg. Ik wil geen andere boom. Ik wil mijn boom niet delen met een andere boom. Ga weg, boom. Het is mijn boom. Dit hier. Ga weg. Ja, precies. Een boomhuis. Geen plankenhuis. Precies, Daniel. Jij snapt mij, denk ik. En daarom wil ik ook dat dit geen patroon heeft. Dat het gewoon lekker kriskras door elkaar heen ligt. Oké, dat de vloer een beetje egaal op het moment is. Dat is nu nog. Maar ik ga hier dadelijk gewoon alvast... Hier, huppakee, poef. Wat doet hij? Nee, hij moet wel liggen. Anders ben ik niet tevreden. Hij moet wel liggen. Dus, kan ik dat? Juist, zo liggen ze. Kijk, zo. En dan wil ik hem zo. Zo wil ik hem hebben. Juist. Dan kan ik die weghalen. Als er een skeleton spant, dan ben ik de Sjaak. Maar ik heb nou mijn eigen bonenstaak. Bomenstaak. Ja, ik heb ervaring. Ik niet. Ik zeg al, ik ben roestig met kraften. Mijn roestigheid met het kraften van een huis. Zo, kijk maar nou dit. Ah, hoe groot gaat die boom wel niet worden? Gigantisch, jongens. Echt serieus. Het is wel weer een nacht dat we dus niet slapen. Dat is niet slim. Maar ja, er zijn geen schapen in de buurt. Dus wat maakt mij het uit? Nog? Ah, ik heb Shiny Eevee die houdt... Nee, ik noem die gewoon Fluff. De eerste hond wordt Fluff. Lekker toetsweek. Is dit niet de laatste week voordat de kerstvakantie begint? Ik bedoel, volgende week is het al kerstavond. Dan al? Ja, hey, echt serieus. Oké. Ik weet niet hoe hoog dat deze boom is, maar ik wil gewoon eerst een plateau hebben. En daarna komen die bladeren en decoratie er wel omheen. Hoi. Dat ging niet goed. Als ik naar beneden val, vind ik niet leuk. Ah, niks aan het handje. Totdat je ineens overladen wordt door ik weet niet hoeveel monsters. Ja, daarom juist. Plus mijn shears die zijn bijna kapot. Ja, we hebben niet genoeg ijzer voor meer. Nee. Maar dat maakt niet uit. Het is een begin van een huis. En Fluffion Games die houdt de wacht wel beneden, dus we zitten wel goed, dacht ik zo. Hoi Fluff, jij moet beneden de wacht houden. Waarom ben je nou één keer naar boven gegaan, Fluff? Zie je daar al die spiders en skeletons en schapen in de distance? Oh wacht, dan kunnen we slapen. Ik weet dat Mumie erop tegen is, die zit echt met zijn ogen te rollen nu van... Saai. Maar dat is echt alleen maar als ik wil... Wat zit daar? Wat is dat? Ik zie daar ook iets. Interessant. En dat waren de shears. Oké. Okay.
Daniel, we hebben al gezegd dat we niet gaan stripminen, dus wil je geen foutieve informatie in de chat kunnen gooien? Oh, doet deze jongen stripminen? Yo, dislike gaat weg, weet je wel, daar moet je echt mee uitkijken. Er zijn heel veel mensen die houden niet van stripminen, dus als je dat dan neer gaat zetten, dan denken mensen al gelijk van, oh, hier wordt in gestripmined. Wij zijn juist echt anti-stripminen, dus zelfs voor een grap vind ik dat niet geen leuke opmerking. Just saying. Zeg ik dat zo netjes, Ja hoor. Mr. Mumee? Welkom bij het team. Welkom bij het team. Ja, zag jij je melding dan niet? Nee, ik hoorde hem nog niet eens. Nee, ik kan het sowieso niet horen, maar... Wild Lake of zoiets? Wild Lake is bij Team Eevee. Ga ik heel eventjes, want waarom hoor ik geen... Nou hoor ik hem. Waarom hoorde ik hem net niet? Maar welkom bij Team Eevee in ieder geval. De animatie deed het wel in ieder geval? Ja, de animatie deed het. Waarschijnlijk nog geen geluid erbij, dus... Maar welkom bij Team Eevee. Gezellig. Nee, de reden waarom dat ik dus echt anti-stripmining ben... dat is gewoon van, ja, het haalt de spanning weg. Ik bedoel, ja, natuurlijk is het heel erg belangrijk om zo snel mogelijk diamonds te vinden. Tuurlijk, iedereen die wil diamonds zo snel mogelijk vinden, weet je wel... Maar als je gaat stripminen, diamonds moet een achievement zijn. Het moet echt zo zijn van, je hebt gevaren getrotseerd. En stripminen, ja, je maakt gewoon een gangetje en voilà. Weet je wel, je hebt diamonds. Yay. Er zit gewoon geen prestatie meer achter. Nee. Ja, je leeft langer. Ja, daar is... Oh, ik zie een squiggly. Oh boy, ik hoor heel veel zombies. Ik kan het toch niet... Ze weten toch niet hoe dat ze moeten ladder klimmen? Toch? Waarom heb ik geen bed? Oh mijn god, ik word die squiggly! Het is niet grappig, Mumee! Nou, op zich vind ik dit al wel een leuk iets, weet je wel. Dat ik hier al gelijk eigenlijk zoiets heb van... Laten we hier eventjes een grasblok even neerzetten. Zodat ik hier bovenop gelijk... Zo, nice. Van mij mag het dag worden, hoor. Ja, je moeder... Ik kom er net achter dat Stevie dus met zijn vorige nickname mijn Minecraft heeft laten spelen, maar ook de Mario Let's Play die ik heb gezien, Donkey Kong en zo. Ik ontken alles! Sorry! Daar kon ik niks aan doen, constructiefoutje. Af en toe komt het nog wel eens voor dat iemand na al die tijd niet door had dat er inderdaad een naamswijziging is. Ja, ik heb het nou ook als main video op de kanaal neergezet. Ik bedoel, ja, we hebben deze naam nou al meer dan 2 jaar. En ja, mensen die begonnen nog steeds te vragen van wanneer komt... Waarom heet je dat niet meer? Of waarom de naamverandering? En ja, ik heb er een video op natuurlijk gemaakt. Maar ja, probeer tegenwoordig maar met YouTube eens een video te zoeken, weet je wel? Daar word je helemaal moe van. Dus nu als je op mijn kanaal komt, wordt gelijk uitgelegd hoe, wat, waar, waarom en hoezo een half uur gesneden. Ik zie paarden. Oh. Nice, we hebben zelf paarden in de buurt. Oké, we hebben de eerste dag overleefd. Squiggly die zit daar ook nog steeds. Squiggly gaat een probleem worden, serieus. Oh. Er is water in de buurt waar dat ik heen kan rennen. Ja, daar is water. Hé, wat? Een boete van 1000 euro of 1 dag cel? Wat? Wat? Wie? Waar? Hoe? Ik snap hem ook al of niet. Nou, ik heb in ieder geval de eerste rand, die hebben we alvast. Die is alvast dus veilig, dat we hier dus niet zomaar in één keer af kunnen lopen. Dat was één ding wat ik heel belangrijk vond. De dag is ondertussen aangebroken, want we willen echt resources gaan vinden. En met resources bedoel ik dus dat we niet te ver willen. Want ja, ik wil wel natuurlijk mijn eigen huis kunnen blijven vinden. Dus... Appel! Oh my god, Minecraft!
geloof mijn ogen niet. Nah, dit is Roblox, joh. Wat? Oh, oef. Kwam die in de buurt? Zoiets? Hij kwam, denk ik, nog wel in de buurt van hoe ik me dat geluidje kan herinneren. Alleen een iets te volwassen stem, maar... Oef, 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 oef. 50 tinten oef, met nee. Trainer Stevie. Hey, JB'tje! Kom er eens eventjes bij, jongen, wij moeten praten. Meneertje YouTuber. Zomaar. Zo, we hebben in ieder geval dus nou een plateau en hiermee kunnen we nu maken wat we willen. Dan hebben we tenminste een Flup en een JB'tje. Een Litlio. Voel je de hete adem al in je nek? Oh joh, we hebben net al een heel erg eng moment gehad. Dus ja, waarschijnlijk. Oké, okay, is het hier beneden veilig? Is het secret? Hoeveel hout heb ik nog? Niet veel. Oké, okay, ik moet eventjes een tweede houten bijl hebben. Hier heb ik een reden voor. Of niet een houten bijl, een stenen bijl. Want ik wil de boomstam al wat dikker gaan maken. Tot het dus al echt een hele dikke center heeft. Maar ik wil het wel leuk maken. Dus we beginnen gewoon heel... Hallo? Waar is die squeaky eigenlijk? Oké. Okay. Ik ben bang. Officieel nu. Ik zie daar een creeper. Ik vind die schapen vind ik heel erg belangrijk. Ik ga eens naar die schaapjes toe. All clear, zegt ze dan. Echt, Fluff, heb jij die creeper daar net niet gezien of zo? Het enige kanaal is, ik heb je... Oh, oké, daar. Hij valt nogal goed op zo. Het is echt een plateau die uit de bomen rijst. Dat op zich werkt al goed. Waar is die creep? Oh, wacht. Is dat een appel? Nee, dat is een rood bloemetje. Ik wil geen rood bloemetje, ik wil een appel! Oh. Oké, nee, maar wat ik dus wil doen, is... Deze bomen hier omheen, die moeten even... Just go! Ik hoor een spin. Oh! Moeten we even fixen? Meer mee? Wat? Wij switchen even. Oh, ja. Zomaar in de privécall gaan. Ja! Sorry hoor. We moeten toch even over jou kunnen roddelen? Ja, weet ik. Je bent nu YouTuber, dus ja. Ja, weet ik. Dan moeten we over jou kunnen roddelen. Ja, weet ik. Maar nu is geen roddeling meer, want ik ben erbij. Dus nou is het gewoon over me praten. Oh. Waarschijnlijk niet. Dat was de vorige livestream. Dus, hoi JB'tje. Of moet ik nu zeggen, JT'tje. JT'tje? Ja, YouTube. YouTuber. Ah, die vind ik ook wel leuk. Ik hoor een spin, ik vind het niet leuk. Ondertussen kijken of ik de tweede aflevering online kan gooien. Oh, begint al gelijk reclame weer in mijn streams te maken. Nee, grapje joh. Je backshin? Spin, kom hier en vecht. Ik sla je op je mel. Laat Stevie met rust. Oké, okay, wat ik eigenlijk dus wil doen, is ik wil hier... Nee, oh ja, kom, laten we dat met een... Even kijken hoor, dan moet zo... Even een beetje uitmeten. En zijn internet is weer Gucci. Nee! Of ik heb hem echt daadwerkelijk gekwetst. Geloven jullie het zelf? Ja, dat
zal er al zijn, ja. Ja. Kunnen we niet veel aan, meer aan doen. Dus, Nee, maar in ieder geval, we zijn dus eventjes bij rust iets begonnen nu. We hebben net al een spannende sensatiemoment gehad. Die cave. Maar er komt nog meer. Dear God. Je weet je? Alles oké? Okay? Even nog. Kijk, maar wat ik wil doen, is ik wil hier dus wel echt een mooie boom binnenkant van maken. En ik hoor nog steeds die spin. Maar dit is such a waste of hout. Ja, het moet toch ook wel een leuk project zijn? Ja, maar als je doodgaat, ik weet het. Dat is pech. Boom weg. Nee, jeebeetje, probeer het nog één keer. Ik vervloek jouw internet anders gewoon. Mag dat? Nou, wettelijk gezien denk ik niet dat er iets tegen vervloekingen van internet is. Dus ik denk dat mag. Ik vond het niet leuk dat jullie zomaar gingen praten over mij. Nee. I know je weet je. Hier, heb een appel. Oh nee, trouwens, je bent gewoon niet meer. Mijn appel! Ah, Mimee! Wat? Het regent. Ah. Ik ben nu wel lekker snel. Dus gezellig. There is a skeleton! Een skeleton? Oh boy. Fluff! Doe iets! Lekkere botjes. Not today, thank you. Wat? Fluff? 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 Goed gedaan, Fluff. Oké, we moeten echt nou meer hout gaan verzinnen. Flint en steel maken? Oké, hier hebben we een probleem, Daniel. We hebben nog geen steel. We hebben geen iron. Oh, eigenlijk zou ik zo snel mogelijk een vishengel willen maken. Maar ja, die spinnen die hoorde ik alleen. Ik heb ze nog niet echt verder gezien. Want vissen is overpowered in dit spel. Aldus Mumee. Aldus Mumee. Albus dus Mumeus. Us. Dat is maar een ledige naam, ja. Jij bent een danger? Hoezo ben je een danger? Wat is er aan de hand? Vertel. Niet te snel, beschrijf u mee. Ik weet niet waarom dat... Nou, we leven nog. Ja, we leven nog steeds. Gaat hartstikke goed, joh. Boom, dat was het einde van de serie. Nu al. Ja, Mumee, wanneer ga jij beginnen met YouTube? Nou, met YouTube denk ik dat ik daar nog heel veel mee wacht. Appel! Met... Sorry. Gaat vrij snel. Want ik, beter gezegd, Stevie zei van, moet je kans heel verwachten met streamen. Want ik was ook van plan Minecraft op hardcore te streamen. Maar toen zei ik van, gerust doen joh. Ja, hij vindt het leuker als ik paniekerig ben. Ja, dan ben ik in ieder geval niet in paniek. Nee, dat gaat vrij snel komen. Ja, ik ben trendsetter. Yay! Oké, nou, ik denk dat we nou... Ja, het wordt dadelijk alweer avond. Dat is wel weer een probleem. Ga nooit op boomstruikjes lopen waar dat geen boomstam meer in zit. Want het verwatert helemaal. Dus waarom doe ik dit? Kan iemand mij mijn keuzes uitleggen? Nou ja, we hebben in ieder geval nog meer bomen nodig die we heel eventjes... Oh. Yes, dat is de reden waarom dat je het eigenlijk niet wil doen. Hebben we te veel birch... Oké, het wordt nou nacht.
wordt nu nacht, dus we willen hier heel eventjes naar de boom verder even omheen zetten. En waarom? Dat het kan. We willen hier gewoon een hele mooie grote boomstam omheen zetten. Een mooie deur in het midden. Kost dat niet veel hout? Ja, dat is de bedoeling. Want hoe groter je project is, als je hardcore aan het spelen bent, hoe voorzichtiger dat je bent. Dus jongens, welkom bij Niks Doen met Stevie. Like Max to you, ben ik veilig. Dat dus. Stream gaat fout, actuele footage. Ja, het belangrijkste is wel dat je achter in de hoekjes even wat toortjes neerzet. Want als je hier geen toortjes neerzet, dan gaat het fout. Ja, we zaten daadwerkelijk ook erover na te denken. Van nou, misschien samen dan. Maar we zijn gewoon van plan de hardcore serie zoals die op YouTube staat. Daar gaat nog iets mee verder en dergelijke. Dus ja, voor de streams leek het ons gewoon makkelijker om... Dat met singleplayer dingen te doen. En wanneer we weer echt een actieve ding hebben. Ja, dan is weer multiplayer, maar dat komt op YouTube dan. Ja, het is misschien heel erg apart om dan weer inderdaad van... Hey, wat, Steve, gaat we YouTube doen? Alleen die serie dan. Maar daar heb ik ook nog geen datum voor, dus... Nee. Want ik wil niet iedereen valse hoop geven, want dan ben ik echt op tegen valse hoop. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat zelfs pas wanneer je überhaupt al de nieuwe versie van de game weer uit is. Ja. Nee, inderdaad. Het is nogal een beetje... Ik denk dat Vaporeon weer bezig is geweest. Nou, ik zie alleen dat bij mij het beeld bevroren is. Hoezo? Ik nam even een slokje drinken. Omdat het beeld bij mij bevroren is. Maar ik herstart heel even mijn Twitch. Nou, ik nam heel eventjes een slokje drinken, dus... Ja, en nu zie ik gewoon weer beweging naar een... Dat lag gewoon aan mijn ding. Nee, waarom kun je bladeren niet als fuel gebruiken? Vind ik zo stom. Nou ja, die birch dingen wel. Daar ben ik blij om. Want birchbomen zijn stom. Ze stinken. Maar het probleem is nu dus. Nu wil ik dus eigenlijk iets verder nog met hout hakken. Zodat we in ieder geval een kleine basis hebben. En tot ik dus een beetje een plek heb waar dat we heen kunnen gaan. Dus voor nu zeg ik. In onze multiplayer maken wij normaal gesproken geen bed. Dan gaan we niet slapen. Voor nu. Trusten. Oh, wacht eventjes. Nee, ik wil geen wit bed. Nee, geen trusten. Ik ga niet in een wit bed slapen. Een witte? Oké, ik moet die zien te vinden. En wat voor club bed zou ik willen slapen? Als ik als ik bruin wil hebben, moet ik koffiebonen vinden. Maar koffiebonen, die zijn nog heel moeilijk te vinden. Nou, soms kun je ze ook heel makkelijk in zo'n dungeon ding vinden. Ik kan ook in een geel bed slapen tot ik Jolteon geworden. Of zwart wol. Maar dan moet ik Inklings verslaan. Dan ben ik Umbreon! Dat is ook wel gaaf. Jongens, dit is Minecraft. Daar heb je geen drinken nodig. Ja, rood eigenlijk. Nou ja, speciaal voor Fluff zouden we ook rood kunnen doen. Durf ik dit? Durf ik snel? Oh, kom op. Het zijn rode bloemen. Wees niet zo scheidluis. Echt. Oké, kom snel. Kom snel. Ik heb rode bloemen. Ik ben weer weg. Doei! Ik heb er nog eentje extra nodig, denk ik. Oké. Dag zombie. Was leuk om je gezien te hebben. Doe de groet aan de buurman. En aan de andere gasten. En weet ik het allemaal nog meer. Doei! Ik ben niet thuis. Oude klassiek. Ik ben boven. Niemand komt hierheen. Zo. Dan maar rood. En mijn rood bed, daar kan ik wel mee leven. Al wou die nog niet eens, die durfde nog niet eens net in mijn huis te komen in verband met. Het probleem is,
Oh, ik kan wel slapen. Gelukkig. Sweet dreams. Fluff deployed. Ik heb er hard voor moeten werken. Ik heb een risico voor moeten nemen. Mim mij alsjeblieft, wees tevreden. Oké. Weet je wel niet hoe eng dat was? Ja, oké. Mimme is echt anti-slaap, ik weet niet waarom. Zelfs in real life. Inderdaad. Ik ben al 300 dagen achter elkaar wakker. Wanneer krijg je niet? Oh mijn god, hij heeft een iron sword. Oeh. Misschien kan je hem jatten. Nou, hij is al dood. Nou ja, wij moeten hout gaan hakken. Goed, laten we nou dan gewoon eventjes op zoek gaan naar het goede hout. En niet naar het birchhout, want met birchhout komen we niet echt ver. Ho, daar komt een creeper aan. Daar komt een creeper aan. Daar komt een creeper aan. Daar komen twee creepers aan. Oké, er is echt iets mis met mijn geluidssettings. Oh. Dat is apart. Doggy. Fluff heeft een harde klap gekregen. Ja, van mij. Nee, ook met die explosie. Want het was voordat je hem sloeg, zat dat staartje al helemaal naar beneden. Ja, ik ga hem daar voedsel geven. Ik fix de creeperschade dadelijk wel. Ik heb heel eventjes, even 7 quid to tijd, of misschien dat ik heel eventjes in gewone opties hier ergens, want... Het is echt raar. Even, geef me heel even een seconde. Ik start heel even Minecraft even opnieuw op. Ja, dat helpt af en toe wel eens. Instellingen. Staat hier niks op. Waar zou je dat dan in kunnen stellen? Gewoon bij mijn geluidssettings of zo? Nou ja, wat je heel veel kan doen is dat qua verhouding... Dat je Minecraft gewoon in zijn geheel luider zet. En dan alle andere geluiden zo meteen zachter in Minecraft zelf. Nou, laat ik het zo zeggen. Het probleem is dus dat echt de ene geluiden hoor je kei zachtjes. Terwijl dat geluiden die recht voor me gebruiken, die hoor ik weer wel luid. Dus dat is zo raar. Dus ik ga heel eventjes gewoon bij apparaat-eigenschappen kijken. Gewoon kijken of die... eens even kijken, die staat goed. Gebruiken, niveaus. Kijken of die wel gewoon op surround staat. Of op stereo staat. Ik stoor me hier echt aan. Sorry. Nee, dat snap ik. Geluid is een hele belangrijke ervaring. Instellingen wijzen. Dit apparaat werkt correct. Nou, dat is fijn. Verbeteringen. Ah, hier kan ik het doen. Studio kwaliteit. 24 bits. 48.000k, dat is normaal. Oké. Dan zou het gewoon moeten zijn. Iets anders kan ik me niet bedenken. Eens even kijken. Dat is de die, dat is die, dat is die. Da-da-da-da-da-da. Die, dat is die. Ah, hier. Sound manager. 5.1 luidsprekers. Nee, stereo. Gevonden. Mooi. Jongen, jongen. Dank je. Goed. Sorry jongens. Oh ja, moet ik hem weer op goede grootte zetten. Darnet. Het is hetzelfde als dat het kraakje van Eve van mijn pet, dat het doorzichtig wordt. Zien jullie dat?
Oké, nou, eventjes het groot weer even goed zetten. Volgens mij heb ik hem nou... Ja, hij moet iets minder... Nog iets? Zo ja. Hij mag iets verlangen nog. Een klein stukje nog. Hij is perfect nu. Mooi. We zijn weer terug. Ivy's boom. Plus dat is wel handig als we nou opslaan en alles en afsluiten en dan noem maar op. Dan komen we automatisch bij onze boom terecht. Oh nee, wacht eventjes. Dit is maar... Het is geen terrarium. Hallo Stevie, goedemorgen. Ik zat al te denken, wat bedoel jij nou? Oké, in ieder geval, we hadden wat rondom Flash. Die kan ik heel eventjes aan Fluffy geven. Zo. Als we nog meer vinden, dan krijgt hij dat zekers. Trainer Stevie, behind the scenes. Kijk, nou hoor ik de bomen tenminste weer. Het moment dat je het geluid van bomen mist. Ja, maar ook gewoon dat je geluiden achter je aan kan hopen horen en alles. Dat je gewoon alles weer hoort, omdat je speelt stereo. Je hebt geen boxen achter je. Ja. Dus ja, dan denk je bij je eigen van, ja, maar waarom hoor ik dat dan niet? Heel erg simpel, omdat dus je hebt daar geen boxen. Nee, ik had vandaag ook weer zo'n soort dingetje van, hè? Waarom werkt dit niet lekker? Want ja, toen ik heel veel Minecraft vandaag probeerde op te starten, was het eerste wat ik zag. Ik heb frame drops niet normaal. Het bleek dat om een of andere reden Minecraft... de verkeerde grafische kaart gebruikte. Dat is ook niet goed. En daardoor speelt het ineens een heel stuk langzamer. En hij wou ook nog eens een veel te hoge resolutie. Hij wou in een 4K resolutie wou hij het doen in plaats van gewoon Full HD. Ik heb geen 4K TV. Heb jij geen 4K TV? Nee. Hij heeft geen 4K TV. Maar wel een laptop met 4K. Wat is er, Astava? Wat is er aan de hand? Hallo Thomas, hoi Thomas. Moment technical difficulties. Ondertussen ben ik nog steeds GWA aan het fixen. Er is wel zo'n update, dat van die Motor Wars. En ja, dat moet automatisch geïnstalleerd worden, anders kun je het spel niet meer spelen. Want logica van GTA. Onzin. Maar goed, in ieder geval na die update. Die update heeft hij niet goed geïnstalleerd bij JB'tje. En JB'tje die probeert dat dus te fixen. Maar ja, Minecraft heeft helaas andere plannen. Ja, maar de blaadjes die verdwijnen. Dat is het belangrijkste. Kijk, als je daar een boomstronk laat hangen, dan blijven die blaadjes er ook gewoon aan zitten. En dan heb je dus inderdaad altijd een stukje zwevende bomen. Dat vind ik ook niet mooi. Nee. Nee, hak je een boom om, dan die ding wel volledig omgehakt hebben. Kijk, ik ga eigenlijk echt wel weer wat nieuwe boompjes planten en noem het maar op. Maar het gaat er nou echt meer om dat we gewoon echt eventjes de basis hebben. Dat ik een paar kistjes kwijt kan, waar dat ik dus ook de bladeren en alles op kan rooien. Er komt van eigenlijk wel een dak bij. We maken echt wel wat meer extra boomstammen, waardoor dat het echt een plateau gaat worden. Weet je wel, een beetje zo'n Zelda-plateau idee. Maar moet je kijken, ik bedoel serieus, we hebben al een mooie omleiding eromheen zitten. En hier is die creeper geëxplodeerd. Heb ik genoeg dirt? Maar aan de staart kun je dus zien hoeveel HP dat je hond heeft. Dankjewel voor de tip. Die je niet zou geven. Nee, grapje. Ik wist dat nog niet eens. Oké. Okay. Ja, simpelweg staat het staartje omhoog. Veel HP. Staartje omlaag. Weinig HP. Fluff. Fluff. Ga er nou eens uit. Dus. Nou, waarschijnlijk wou Fluff in het gat zitten omdat het gat nog warm was vanwege de creeper explosie. Iedereen vergeet het!
ben oké! Okay. Wat was dat, Kreng? Die zag ik ook niet aankomen. Ik hoor in één keer in mijn ogen. Jezus, man! Jezus! Je leeft nog. Waar zat dat? Geen idee, ik zag hem ook niet. Ik ben oké. Okay. Dat is mooi. Ik durf niet, dit kan bijna niet op te vullen als hij nou... Waar zat dat rotding? Hij leeft nog. Dat is het belangrijkste. Ja, dit had heel fout af kunnen gaan. Ja, want je hebt nog geen armor. Nee, ik heb nog helemaal niks. Ik probeer een huis te maken. Je weet wel, een van de veiligste dingen in Minecraft, toch? Gewoon overdag een huis maken. Boom. Ik speel af en toe nog eens een keertje voor fun, maar... Ik ben nou de laatste tijd meer bezig met Smash. Nou weer met Minecraft. Dan weer heel eventjes met Shiny Hunten. Maar ja, het meeste Shiny Hunten wil ik toch bij livestreams doen. Dat vind ik veel leuker. Dus... Ik kom eigenlijk niet meer toe aan GTA op het moment. Ja, wacht wel eventjes. Met jouw staartje die hangt omlaag. Ik heb nog wel gewoon... Hier, weet je wat? Pak jij gewoon even dit rauwe voer. Pak mij maar uit. Neem het maar gewoon. Goed zo. Kijk eens, daar gaat dat staartje alweer. Dat ziet er heel fout uit nou eigenlijk. Dankjewel, Mimé. Nou is dat stage helemaal voor mij verpest. Ik kan hier nog heel veel fouten over gaan doen. Dat ga ik niet doen, maar... Het hondje houdt wel van dit... Ja, het staartje gaat er van omhoog. Ja, het staartje, ja. Zo fout. Hoezo is het dan fout? Ga ik niet over verder in. Ik bedoel, serieus, we blijven kindvriendelijk. Ja. Maar het zag er heel fout uit. Hou daar maar op. Nou, het punt is, ik wil zeker wel met jullie nou een cave gaan exploren of iets wat dus heel eng gaat worden. Maar ja, we hebben toch de iron nodig. Maar wat het belangrijkste is, is dat we dus ook heel eventjes onze inventory eventjes een beetje leger kunnen maken. Dus wil ik wel een ruimte hebben gebouwd waarin dat we altijd een beetje kistjes kwijt kunnen. Ja. Zonde om weer dingen weg te gooien omdat je geen ruimte meer hebt. Geen hondje? Hoezo geen hondje? Oh ja, sorry. Sorry. De fluff, de Flareon. Sorry. Sorry, Flareon Games. Sorry. Ik heb een straf in de hoek. Ruim in de hoek. Ik kan wel in de hoek gaan staan, maar ja, dan staan we hier helemaal heel lang stil. Appel! Ik heb hem. Dat is mooi. Maar je zit al in de rechteronderhoek. Dus waarom zou je dan naar een hoek moeten gaan? Je zit al ja, in de nee, hoek. Nee, klopt helemaal. Touché. Dus ik vraag me eigenlijk wel één ding even af, want die staat toch wel gewoon... Ja, die staat daarboven. Oké, okay, goed zo. Kan ik hem zo? Ja. Dus, wel belangrijk. Ik hoorde dat. Een ei! En ik weet dat het weer nacht wordt, maar ik zit heel eventjes snel hier te kijken van... Hebben we hier alles nou? Kan ik dit dicht gaan bouwen alvast een beetje? Ja, want ik hoor een skeleton. Dikke doei. Oh, auw. Kan ik niet gewoon alvast even ergens hier op die... Zo. Ja, Imo moet 1 uur compilatie maken van jou die appel schreeuwt.
Ik denk dat iedereen dan appels niet meer leuk gaat vinden. Nee, op een gegeven moment zijn er te veel appels. En je kunt nooit genoeg appels hebben. Totdat je daadwerkelijk zo'n compilatievideo maakt. Jawel, helaas. Nee, je kunt nooit genoeg appels hebben. Behalve bij zo'n compilatievideo, dan schreeuw ik te vaak om appels. Maar je kunt nooit te veel appels hebben. Oké, dat schreeuwen dan wordt irritant. Nee, het kan wel, want als je te veel wat je niet op tijd op kan eten en niet genoeg mensen weten om het aan uit te delen, ja, dan gaan ze even laten rotten. Dat is nee, 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 want dit is Minecraft, daar rotten ze niet. Daar heb je geen rotte appels? Nee! Die noemen ze creepers, maar... In ieder geval, de boomstronk is bijna klaar. Ja, echt, de bladeren daar in het midden, dat hoeft voor mij niet. Ja, wacht eventjes, hoe hoog is eigenlijk de boom? Want is dat een vloer of? Ik begin te twijfelen. Nou ja, ik kan hier gewoon naar boven toe, dus waarom ook niet? Ga weg! Volgens mij is dit een soort van... Nee, hij moet op sommige punten nog ietsje hoger. Maar het ziet er al mooi uit. Nee, hij is wel even hoog nou. Oh, natuurlijk, dat is dat extra verdieping gebeuren. Want dit is de normale kant. En... Nee, klopt wel, klopt wel, klopt wel. We zitten goed. Creepers zijn een designfout. I am error. Ik ben het wel helemaal mee eens. Ik heb echt geen flauw idee wat voor design dat ik eigenlijk van plan ben om te gaan maken. Ik weet wel dat het heel erg een duur grapje is, omdat ik dus constant dit soort hout wil blijven gebruiken. In verband met het is een boom. Ik heb het idee dat je misschien extra bomen moet gaan planten. Ja, dat ga ik ook straks doen. Maar het gaat er allemaal eerst eventjes over dat... Wacht eventjes. Wat is dat? Wat is dit voor hout? Is dat onze boomstronk? Is dit Neil? Is dit Neil Armstrong? Dit is onze boomstronk. Maar als dit onze boomstronk is... Wacht eventjes. Nee? Wel? Niet? Wel? Ik denk het wel. Het zit hieronder dan. Bladeren die hebben we al. Dat doe ik eigenlijk zelf. Nou, ik weet dat het 5x5 is, dus maar... Daar zit het. Ja, dat zie je wel. Hoezo staat dit blokje dan zo? TV, niemand in Minecraft heeft ooit een idee wat ze maakt. Ze doen altijd maar op een moment en dan ziet het er leuk uit. Ah, mooi. Doe ik het toch nog goed, denk ik. Zoiets? Maar dit klopt niet. Kijk hem. Oeh, nice. Dit kan. Yay. Fluff houdt in de gaten daar hoor, want ik vertrouw alles voor geen meter. Ik vertrouw alles voor... Wat klinkt er niet aan deze zin? Alles. Ik vertrouw alles voor geen meter. Onthoud dat. Maar hoe dan zit... Hoe? Nee, ik ga omlaag. Niet zo omlaag. Waarom zit daar een extra blokje? Omdat je dat blokje geplaatst hebt. Wacht eens heel eventjes, ik heb een idee. Dit is een geweldige dag voor Stevie. Als ik hier nou zo'n blokje plaats, nog een blokje plaats, nog een blokje plaats, nog een blokje plaats, nog een blokje plaats. En dan hier ook nog een blokje plaats. Dan hier ook. Dan hier omhoog ga. En dan hier, voor de veiligheid, een torch plaats. Hier ook één. Daar ook. En daar ook. Kunnen wij wat makkelijker hierbij komen? Doordat we de boomstronk wat... Nee, niet zo! Je hoort een echo. Oh, dan komt misschien bij mij het geluid iets te hard door. Ik zet mijn geluid ietsje zachter. Mimee is het al aan het fixen, jongens. Komt goed. Oh, wacht.
wacht even. Sneeuw ook dan wel zo. Even kijken hoor, want daar heb je dat. Dus... Waarom kan... Oh nee, wacht even. Dan moet ik hem hier wel plaatsen. Moet ik hem hier zo plaatsen? Hier zo plaatsen? En dan hier zo dadelijk een kistje. Hier achter zo'n kistje plaatsen. Zo. Ja, gewoon zo'n kistje. Geheim kistje. Stop. Mogen alleen wij, wij weten. Ga je lanceren? Ik weet niet, horen jullie dit ook? Stofzuiger gaat in één keer af. Ja, ik hoorde nu heel even dat mijn laptop ineens dacht van... laat ik mijn ventilator heel even aanslaan. Voor geen reden. Nou ja, in ieder geval, we hebben dus jullie nou... Ja, dit moet eigenlijk dan ook nog wel netjes zijn, hè. Laten we dit dan nog eens heel even netjes maken. We zitten nou toch nog in de eerste nacht. We hebben nog genoeg hout, dus... We kunnen nog heel even doorgaan met bouwen. En dan gaan we daarna gaan we de kistjes even ergens plaatsen. En dan gaan we naar de eerste cave. Captain Cave Man. Ja, natuurlijk heb ik Magic Carp Jump gespeeld. Ik heb het zelfs uitgespeeld. Ram, pam, 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 pam. Deuntje blijft geweldig. Yep. Oké, okay, nou in ieder geval daar hebben we dus het... Oh, daar wil ik niet naar kijken. Die wil ik nog niet zien. Die wil ik echt nog niet zien. Die wil ik nog niet zien. Oké, okay, maar goed. Even kijken, hè? Want als dat de boom is... Dan is het dus twee hieromheen en daaromheen. Dus dat klopt wel, denk ik. Zal wel goed zo. De struikjes wil ik nog heel even weg, want dan gaan we dadelijk zelf aanwerken. Dus dit zou nou gewoon moeten evaporaten. Dus daar hoeven we nou ons geen zorgen meer over te maken. We zijn met een design bezig voor een boom. Maar wat ik wel wil hebben, is dat het hier... Oh, even wachten. Dit is zo irritant. Ik haat mijn hotelen soms. Nou, ik vond Magikarp Jump ook niet echt goed gemaakt. Maar er zit Magikarp in. Dat is goed. Dus, ja. Maar zo, het is een vrij simpele game waar ze best wel veel meer mee hadden kunnen doen om het daadwerkelijk leuk te maken. Oh, wacht even. Maar ja, voor mij, ja, Magikarp, dat was genoeg reden. Ik doe mijn best, JB'tje. Misschien als je terug bent, leef ik nog steeds. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Zo. En vanaf hier mag je weer inderdaad schuiner zitten. Want even kijken, daar hebben we dus dat nou, dat plateau. Maar wat ik wil doen, is... Hier. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, want kijk, hier hebben we dat plateau al. Ik wil wel gewoon dat het daar een inhammetje blijft. Dat vind ik leuk. Maar dan wil ik hem hier uitbreiden. 2, 3, 4. Nou, doe maar 5. 5 zou moeten kunnen. Voor de andere details komen we later nog wel op. Ik heb geen idee wat ik aan het bouwen ben namelijk. Maar de zon die komt op. Dus dat is al een voordeel. Zo. Ah, er zitten ze in mijn oor, dat is mijn vinger. Oké. Okay. Kijk, maar nou kan ik iets met deze struikjes gaan doen. Mooi. Ruimte. Tijdelijk. We hebben wel eventjes een valnet nodig.
wat een oversized boom wordt het weer. Valt toch mee? Als je alles in een boom wil gaan plaatsen, dan moet je het wel leuk maken. En je kunt hem heel hoog maken, je kunt hem heel laag maken, je kunt hem zelf maken zoals dat je wil. En ik wil hier gewoon één aparte tak maken, die ik dus dadelijk mooi wel met stabilisatie natuurlijk wel gemaakt. Dat er dus nog een bepaald, een boomstronk komt van 4 dik of zo, dat hem ondersteunt. Maar, ik moet toch iets leuk verzinnen? Toch? En middag. Nou nee, hij is best veel te groot. Nou, en ik vind van niet. Ja, kom dan! Dat is onze Fluff weer, hè? Dat is onze Flareon weer, hè? Die blijft hier heel bescheiden beneden staan van nee, ik hou de wacht. Oké, nou in ieder geval laten we beginnen met zo'n 10 kistjes. Daar kunnen we wel wat mee. Eens even kijken, als ik hier nou die kistjes zo plaats. Ik wil het niet bij het raam plaatsen eigenlijk. Nou ja, weet je wat, laten we eerst gewoon zelf eventjes al die kistjes plaatsen. En dan zien we daarna wel verder van waar dat ik eventueel een raampje of zoiets zou kunnen maken. Ik kan hem nog hier plaatsen, zo. En dan hebben we hier toch een mooie storage. Nou, hier eventjes een openingetje, gewoon een paar openingetjes, dat het er leuker uitziet. Want ja, het moet niet helemaal Square Enix worden natuurlijk. Dadelijk een paar uitsteeksels eraan maken. Beetje decoratie natuurlijk, altijd leuk. Hij is niet symmetrisch. Verwacht je dat een boom symmetrisch is? Ja, dat vind ik juist het leukste, dat hij juist niet symmetrisch is. Het is een boom! Symmetrische boom is eigenlijk best wel raar. Oké, ja. De meeste Minecraft bomen zijn symmetrische bomen, maar... Nee. Maar als je een grote boom maakt, dan moet het niet symmetrisch zijn. Ja, maar het is niet... Oh mijn god, jongen, serieus. We gaan toch niet zoiets doen, hè? Nee. Alsjeblieft, jongens, doe me daar niet aan. Please. Niet doen, hoor. Het is niet één type kist. Nee, het is een type hout. Het is dit, het is dat. Niet doen. Daar zit niemand op te wachten op dat soort opmerkingen, joh. Nee, wat hij daarmee bedoelt is het kisten tegen elkaar aan kunnen plaatsen. Oh, dat, ja. Maar dat vind ik niet mooi. Ik vind het wel leuk om er een beetje ruimte tussen te hebben nu. Ja. Dat het nu kan, betekent niet dat je het hoeft te doen. Maar tegenwoordig kan het wel met één type kist ook. Ook al? Serieus? Ja, dat is sinds 1.13. Je hoeft niet meer om te wisselen tussen normale kist en trap chest. Nee, je kan gewoon elke kist kun je naast elkaar plaatsen. Zonder probleem. Je kan zelfs twee normale kleine kistjes van één blok groot kun je naast elkaar plaatsen zonder dat ze verbinding maken met elkaar. Dus ja, wil je een mooie storage ruimte, heb je tegenwoordig wel een heel stuk meer mogelijkheden. Dus dat is wel een mooie update. Maar hoe doe je dat dan? Simpelweg, als je een kistje op de grond plaatst ernaast, dan zijn het twee losse kisten. Plaats je hem tegen het andere kistje aan,
Dan maakt hij direct verbinding. Oké. Okay. Nou, dat is fijn om in gedachten te houden. En van die kleine updatejes, dat net even het spel weer leuker maakt om te spelen. Ja, duidelijk. Zo, nou, in ieder geval onze eerste gedeeltelijke boomstorretje is klaar. Ik vind hem leuk. Dat is het belangrijkste. Ja. Nou, gaan we heel eventjes die dingen heel even anders neerzetten, want daar ben ik weer niet tevreden over. Dus mag ik heel eventjes weer een nieuw bel maken? Want we moeten daar toch op zoek naar onze eerste cave. Die tijd is nou toch wel aangekomen. Ik denk wel dat dat mag. Met shift maken ze geen verbinding. Ja, je kan ook via shift klikken inderdaad. Nou ja, ondertussen is Fluff eindelijk naar boven toe. Ja, Fluff zat gewoon te wachten totdat het hier een beetje af uitzag. Fluff? Fluff? Kom jij eens hier? Fluff? Dit ziet er wel leuk uit eigenlijk zo. Ja. Al moet ik zeggen dat sommigen wel zouden mogen connecten. Net zoals een bouwkist. Dat vind ik wel fijn dat je gewoon dubbel hebt. Nou, dan doe je dat toch? Moet ik hem dan... Ah, dat doet hij zo. Oké. Dat is wel fijn. Het is helemaal niet zo heel natuurlijk gegroeid. Toch? Die gaan we dadelijk ook nog een hele vleugel maken. Oké, wacht. Oh nee, dat zijn die paarden. De zon die gaat die kant op naar beneden. Nee, ik kan er ondertussen... Volgens mij kun je science niet op bladeren plaatsen. Dat is wel een nadeel. Volgens mij wel. Wel? Nou, ik kom zo achter. Een paar signs maken. Signs. Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar... Dan doe je het met 80%. Ja. Ja, het kan wel. Goed. Eens even kijken. Dan ga ik eerst eventjes randomize. Ik zie heel veel namen en ik weet niet welke moet kiezen. Ik zie heel veel Flareon Games. Flareon Games... En Elg. De voedsel. Voorraad. Ja, want als Fluff honger heeft, dan... Ja. En dan hebben we hier Danny's kolkje. Ja. Denise Kolkje, hoe zou jij een bouwbedrijf noemen? Of iets waar je bouwzooi in stopt? Nee, dat is jouw voedsel, Flareon Games. De Fluffkist. Ik vroeg het aan Denise. Nou, ik weet in ieder geval hoe ik het voor mezelf zou noemen, maar... En we wachten heel even op het antwoord van Denise. Denise, hoe zou je het noemen? Zeg het eens. Kom maar. Kom maar. Vertel maar. Vertel maar. Kom maar. Houdt waarschijnlijk iets gecensureerd. Wat zou jij het noemen, Mumee? Nou ja, als ik het bijvoorbeeld zou noemen, vanwege Magikarp, Carpentier. Maar dan met een K van karp. De houten karp. We hebben het gecombineerd.
Astafa, dit is de reden waarom dat jij niet op een kistje gaat komen. De hele tijd mijn bomen afkraken. Schaam je. In de hoek. Dus, dit wordt een viskist. Dus dit wordt gewoon, hoe schrijf je ook weer memoires? Nu mee. Ik vraag af of je het gewoon goed raadt. Nee. En daar ga ik ook nog niet eens de moeite voor doen. Ah. Later, Astafa. Was gezellig dat je er was. Mimee. De pro. Nee, hoe zou jij je viswinkel noemen? Ik weet het al. De gouden karp. Ja, ja. Dat is een goeie. Zo. Ja, we hebben daar nog een kleintje. Maar ja, sowieso met hout, met bouwen en alles. Daar komt ook steen in. Ook al heet het houten karp, daar komt er ook steen in en alles. Dus, komt er ook nog een meukkist? YOLO Thomas. 32. De meukkist. Die komt er zeker. Daar hebben we er ook drie voor, dus dat kan wel. Dan kan er hier dadelijk ook nog drie kistjes bij komen. Dus hoe gaan we deze dan noemen? Even kijken, dan gaan we nog heel eventjes niet zo even kijken. Nou. Dit wordt een duo-kist dan vooruit dan. De man. Ik zag je hem net nog hierboven staan. Oh ja, 098 was het. De man was het, hè? Niet de man, de man. 089, S. En Daniel. Doen het gewoon zo. Fluff. En tools. Oftewel, daar komt dan wol en tools en zo. Ik veel kom mij het. Maar maakt mij het uit. Fluffen tools. Ja, dat had mijn alarm net ook last van, vals alarm. Stom alarmsysteem soms. Wat gaan we maar move aan. Maar ken ik nog over... Ik ken nog... Nou, daar kan ik nog wat twee kistjes van maken, hoor. Nou, dat is goed dan. Nee, niet een... Ah! Dus dan kan ik die gewoon zo samenzetten. En dan kan ik deze zeggen een apart kistje zo. Kijk eens aan! Alleen een meukkist, YOLO Thomas 32. Jij moet dan wel hier staan zo. YOLO Thomas 32. De meukkist. Dat was het toch, hè? De meukkist, hè? Ja. Ja, komt er ook een meukkist. Ja, de meukkist. Nou klopt het. Mimé de gouden karp, daar hebben we dan die voor. Dat hangt daar mooi in het midden. En de voedselvoorraad. Daar kunnen we eventjes de appels, het vlees wat we dus niet graag hebben. Dat kan dan daar mooi in. Nou, ik wil wel een beetje vlees houden. Eens even kijken. De meukkist. Daar kunnen die bladeren in. En ondertussen het zaad. En bomen wil ik dadelijk een paar planten. Hier kunnen we dan eventjes de birchhout even kwijt. De ladder kunnen we eventjes in kwijt. De meukkist. Fluffen tools, daar kunnen we mooi de white wool in kwijt. Hier gooien wij eventjes deze stenen in. De gouden karp. Fluffen tools. Dan doen we hier eventjes nou de tools. Net zo makkelijk. Maar de marshmallows zijn al op. Ja. Die zijn vorige week op het vuurtje. Er moet een botermesjeskist komen. Denise, ja, maar Denise, even kijken. Jij hebt al de mume, jij hebt al de houten karp, dus. Nou, Skillboy die heeft nog geen. En die komt wel met een hele goeie, inderdaad. En op zich kan dat met één kistje, maar dan heb ik hout nodig dadelijk weer al eventjes. Maar dan zet ik die al het hele... Oké, hoe zou je het noemen, Skillboy?
Hoe zou je inderdaad de oorkist maar noemen? Waar dat we inderdaad de iron, de gold, de diamonds. Hoe zou je dat noemen? Zaad er dag. Skillboy, hoe zou je inderdaad zo'n juwelenkistje noemen? Denk ik dat ik heel eventjes snel naar de supermarkt hier ga. Ja, nee, dat is goed. Dan ga ik al eventjes wachten tot Skillboy heeft gekozen. Dus tot straks. Tot zo. Hopelijk leef je dan nog. Ik ga mijn best doen. Want onthuil is hardcore. Ja, dat staat ook in de titel, dus ik hoop niet dat ze dat vergeten. Want het zou wel heel vervelend zijn. Ja, Skillboy, ik denk heel eventjes mee naar. Ik ben met het huisje bezig. Nou, gewoon iets, al sowieso Sparkle. Die wil ik er eentje in hebben. Dus niet drie keer Sparkle, maar gewoon Sparkle. Shiny Hunty, Sparkle, Shiny. Kaas. Oors voor high scores. Ja, maar we hebben hier geen high scores. Nee, het wordt Sparkle Shiny Kaas. Je hebt er of te lang boter. Over nagedacht. Of boter, want goud wordt heel vaak boter genoemd. Ja, maar nee. We zijn er overgegaan naar kaas. Want boter, die grap, dat hebben we gedaan op de Let's Play. Dit is livestream. Oké. Ik vind hem leuk. Gewoon Sparkle Shiny Kaas. Er komen nog veel meer bochtjes in deze serie. Ligt er ook natuurlijk aan hoe lang dat we in leven blijven. Dus een nieuwe op de 5 version is mogelijk. Bla bla bla. Nou ja, onze boom is nog niet helemaal af. Oh wacht, ik heb nog meer meuk. Nou ja, dit valt meer eigenlijk onder voedsel. De ei. Blij, blij, blij. Het is een heel graag ei. We hebben nog een kippetje extra bij. Waarom ook niet? Doen we die er nog heel eventjes bij. We hebben nog wat andere zooi over. Even kijken, de meukkist. Nou, dat was onze zooi. Dus daar komen de dice in. Daar gooi ik nou eigenlijk die dingen in. De gouden karp, de houten karp. Dat is het bouwen. Hier kunnen we wel even kijken. Nee, want dat is Fluff and Tools. Ik zou hier de enemy drops even in kunnen stoppen. Sparkle, 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 kaas! Daar ik even nog wat plantjes planten. Nou ja, ik denk niet dat we er veel gaan planten. Ik denk dat we gewoon echt... als we 16 planten, zou het al veel zijn. Dus laten we het gewoon op 16 houden. Torches hebben we nodig. Dus laten we eens heel eventjes wat torches maken. Gewoon één stack lijkt me wel... Oh, twee stacks. Ook goed. Kan een lange tocht worden. Misschien dan ook nog heel eventjes... Ja, ik heb dan geen stokjes meer, hè. Nee, niet schooien naar voedsel, hè. Dat gaan we niet doen. Hoe staat het met de staart? Staartstatus is goed. Mooi. Hier heb ik niet echt naar. Nou, trouwens, ik kan nog wat stokjes maken. Zo. Hoppakee. En dan eventjes een nieuwe bel maken. Zo. Oké. Is het creeper veilig? Ik ben echt bang nu, jongens. Zilveren kaas met sparkles. Nou, wat heel belangrijk is, is we hebben hier nog best wel wat tijd ingestoken. En ik wil dus zeker niet verdwalen. Dus... ik wil eventjes nog een beetje extra hout hebben, zodat ik heel eventjes een soort van lantaarn of iets kan maken. En als we dat hebben, dan gaan we naar ons eerste avontuur. Dus we slachten even de piggies. Diamant is zeker heel erg fijn als we dat zouden kunnen vinden, inderdaad. Maar daarvoor moeten we wel heel diep. En zoals we al zeiden, Stevie doet niet aan stripmijnen. Oké, daar is gewoon een creepergat, dus daar hebben we weinig aan.
Trouwens, we hebben dat andere hout nog. Ik serieus, we kunnen daar gewoon de andere dingen van maken. Dus waarom niet? Nou ja, we hebben hier... Ja, daar kan ik wel... Daar kan ik wel fences van maken. Maar serieus, we willen fence maken? Hoppakee, gebruik gewoon de birchwood wat we hebben. De professor birchwood. Dat gebruiken we anders toch niet. We hebben hout. Soms ben ik echt dom, jongens. Ik weet het. Oh. Nou ja, we hebben nog genoeg van die andere zooi die we niet gebruiken. Dus ik denk dat ik daar gewoon de helft ook van even opbrand. Waarom ook niet? Goed. Nou, even kijken. Ik wil daar gewoon eventjes een paar van die hebben. Hier maken we extra stokjes van. Hoppakee. En dan nu... Fence. Altijd handig. Dat zijn fenced dingen. Dat moest andersom. Kijk, zo komen we aan fence. Hoppakaas. eens even kijken. Ja, misschien dat ik... Ja. Ik wil ze niet allemaal. Ik wil eventjes... Laten we 6 blokjes er gewoon... Nou ja, we houden er 7 over. Ik vind het ook goed. Kan ik heel eventjes... Nee, die moet ik niet hebben. Nieuwste manier om aan fans te komen, inderdaad. En door het de hele tijd verkeerd te doen. Oeps. Zo. Ja, trouwens, doe er maar 2 maken zo. Maak er maar 2 zo. Dat is wel beter. Ik weet ook geen schep heb. Dat is misschien wel een issue. Heb ik dirt? Weet je wat dirt? Het is gemaakt... Nee, dat... Laten we even een schep maken dat we even wat dirt kunnen pakken. Oh, ik ben echt dom. Nou, we hebben toevallig nog 1 cobblestone, dus dat komt heel goed uit. Alsof dat ik het erover nagedacht heb van, oh, dit moeten we zo maken. Oké, geen creepers, hè? Pas erop, hè? Maar geen creepers! Oké, goed zo. Ik zou liever een iron shovel hebben, maar ja, we moeten het hier maar even mee doen. We moeten ook een village vinden en noem maar op, dus een kompas is echt een must-have. Ook al is dit niet echt onze spawn op het moment. Maar sowieso wil ik een map. Maar ik wil dus ook deze plek niet kwijtraken, dus daarom wil ik het zeker gaan verlichten en tot het goed opvalt. Ik bedoel, we weten onze planes, we weten een beetje de omgeving, hoe dat alles eruit ziet. Dankjewel, Fluff. We moeten ook echt gaan zorgen voor een vishengel, tot we ergens kunnen gaan vissen en op dat we een beetje onze omgeving kennen. Hele belangrijke dingen. Oké, nou, we hebben nou wat dirt. Dan kunnen we eventjes hier mooi dit opvullen. Is wat. Maar ja, het leuke van Minecraft is, je wil natuurlijk wel een leuke leefomgeving hebben. Een leuke leefomgeving is het halve werk. Oké, eens even kijken. Kunnen we hier nou een... ik denk het op zich wel. Kan ik zo zeggen van... Bouwen hier mooi op de rand. Tot het huis in ieder geval goed creeperproof is. Ga eens even... Fluff, ga eens even aan de kant. Goed zo. Brave Fluff. Nou, hier komt dan inderdaad... een deurtje. Want het is onze privéboom.
Leuke leefomgeving, de Nether. Ik denk niet dat je in de Nether wil gaan wonen eigenlijk. Het leuke en gelijk vervelende van Minecraft is, als je ergens mee bezig bent, kun je niet stoppen totdat het af is. Hashtag heel herkenbaar. Maar goed, we hebben in ieder geval dus nu een hele mooie veilige plek. En wat we dus kunnen doen, is we kunnen hier heel erg mooi torches plaatsen, waardoor dat dit ook nog eens een keertje goed licht geeft. Ja, maar je plaatst de torches niet symmetrisch. I don't care. En hier wil ik dan nog een extra blokje opzetten. Waarom? Ik had toch nog... Ja, hier. Wonen in the end. Nou, ik weet wel, Mume die had een hele mooie dungeon gemaakt in the end. Dus echt een hele mooie soort van... ja. Die had een hele mooie... ja, soort van dungeon-achtig tempel gemaakt eigenlijk. Zag er echt heel erg mooi uit. Hoezo zit hier? Kom nog wel. Zo. Oh, wacht. Nee, hier hebben we... Hier hebben we ook een... nou ja, gelukkig. Hé, hey, hè? Exact. Hoe vaak kom je dit tegen? Dat je echt exact genoeg zooi hebt gemaakt... Wat je eigenlijk van plan bent. Normaal kom je altijd één klein stukje tekort of zo. Mimé is al eventjes naar de winkel. Ik moet wel even wat boodschappen halen. Boodschappen. Zo. Ja, natuurlijk leef ik nog. Want we zijn nooit verder gekomen dan het bouwen waar ik mee bezig ben nog steeds. Jeet. Ik zou je bijna gewoon zeggen van... Hé, knoggetje, kom gezellig bij. Maar sterf. Oké, hier is nog een creep ontsnapt, zo te zien. Ja, het wordt nu eerst nacht. We gaan nu eerst eventjes slapen voor de nacht. Het huisje is nog niet af, maar het is in ieder geval secure. Dat is het belangrijkste. Oké. Mimis PC die maakt in één keer spookgeluidjes. We kunnen deze hamlapjes ook nog wel eventjes doen. Waarom niet? Oké, even kijken voor de voedselvoorraad. De meukist, daar kan nog eventjes het zaad bij. Dat ene kippetje, dat is het eerste wat we gaan eten. De fluffy tools, daar kunnen we eventjes de nieuwe bel nog neerplaatsen. Een shovel is wel handig om bij te hebben. We hebben 3 pickaxes, dat zou genoeg moeten zijn. We nemen de extra furnace mee, zodat we kunnen smelten. We hebben torches, hebben we genoeg. We hebben de voedsel, we hebben een schild, we hebben een zwaard. Het enige wat we nodig hebben is nog eigenlijk een crafting table. Dus laten we nog even een portable crafting table meenemen. Hoppakee. Stokjes willen we bij ons hebben. Deze die mag daarin. Dirt kan altijd handig zijn. Dames en heren, we gaan opstijgen. Blijft u gezien. Hou de gordel om. Tijdens de opstijging is er geen catering aanwezig. Dus welk blauwe ding? Blauwe ding? Zie jij een blauwe ding? Ik zie een blauwe ding. Heb jij het over een blauwe ding? Ik zie een blauwe ding. Heb je het over zo'n blauwe ding? Hier spreekt uw gastheer, Litlio. Juist. Ik denk dat we nou eigenlijk best wel goed... Ja, trouwens, ik heb dit hout nou ook niet meer nodig. Goed, oud, gezond, doei hout. Maar een bel heb je eigenlijk niet nodig. Ja, tenzij dat je nog extra hout mee wil zo'n... Zo eens? En wel extra stokjes. Laten we dit hout gewoon voor de zekerheid meenemen. Ik bedoel, serieus. Hebben we nog plateautjes en alles. Maar volgens mij heb je geen bel nodig als je in de cave gaat. Goed. Jij bent klaar? Ik vind het zat. We hebben genoeg voedsel bij ons. Wij gaan op avontuur. Oh, smakelijk fluff. Nee, dan hoef je eens...
Bluf, daar hoef je geen spijt me voor te zeggen. Kom nou. Is heel belangrijk. Is heel normaal. Ik zou zeggen, lekker smakelijk. Hey, Bada. Welkom. Goed. Eens even kijken. Daar is, we zien onze halve boom al. We hebben een halve boom. Laten we eens heel voorzichtig gaan kijken of we een cave kunnen vinden. Gewoon in de omgeving. Gewoon even een beetje zo in de omgeving scouten. Wat heel belangrijk is, is namelijk dat we redstone vinden. Want met redstone, en natuurlijk een beetje iron, dan zouden wij een kompas kunnen maken. En dat is heel erg fijn. Dat zou helemaal... Oké, jongens, we hebben een cave. We hebben geen cave. Nou, we hebben wel mooi water. Zo, oei. Dat ziet er gaaf uit. Dat ziet er heel gaaf uit. Oké, dus we hebben water bij de omgeving van onze boom. Dat is fijn om te weten, want dan hebben we dus een visplek. Ik wil dit heel even markeren, dus ik zet hier heel eventjes twee torches neer. Was dat iron? Ja, ik zie het. Er is hier iron. Goed gezien, Skillboy. Thanks. Nog best wel veel iron trouwens. Nice. Oké, kijken of we even nog... Kijken of we nog... Nee, verder zit hier niks. Plafond ook? Een plafond? Volgens mij hebben we alles hoor. Volgens mij hebben we het nou. Maakt niet uit, je hebt het in ieder geval gezien. Ik had het bijna geskipt, zeg. Dus bedankt. Awesome. Nou, eerst heel even kijken. Want hier ergens... Ik heb echt altijd zo'n slecht gevoel voor richting... als ik dus Minecraft speel. Ik ben altijd heel erg snel mijn huis kwijt. Oké, dus we hebben de waterval aan de ene kant. We hebben daar ook het een en ander. Daar hebben we nog waterval... Hier hebben we een cave. Oké, wacht wel eventjes hoor. Daar zit de waterval. Dan gaan we hier een cave in. We gaan gewoon hier de cave in. Ik zet daar een torch neer. En daar komt onze mummy thuis. Maar, er is een cave. Okay. Zo te zien, gaat het nog goed? Nou, we hebben nou pas net een cave gevonden. En dat was de cave. Het gaat nog niet goed om een cave te vinden. De eerste cave die we in het begin hadden gevonden, dat was echt zo van... cave. Oké. Maar ik heb altijd zo'n hele terrible... De caves mee in. Hè, wie? Je neemt Fluff de caves mee in. Ja, tuurlijk. Ik laat Fluff niet achter. Maar hij is natuurlijk gezelliger, ja. Met Fluff erbij. En veiliger. Waarom? Maar waar ik dus altijd heel erg bang voor ben, is dat ik dus heel snel verdwaal. Want... dat is een hele grote angst in Minecraft, ja. Daarom hebben we render distance ook best wel ver gezet. Dat we dus inderdaad goed kunnen zien van waar is mijn huis ook alweer.
Want dat is ook één regel. F3 bestaat niet. Nee. Nou, weet ik niet of in 1.13 het ondertussen is dat je spawn aangepast is op het moment dat jij... Auw, dat was 3,5-8 schade. Op het moment dat jij gaat slapen, tot dus je spawn, je bed is tot daar je kompas naartoe... Nee, je bed is niet de kompaspunt. Dat is nog altijd de spawn van de wereld. Oef. Kijk, ik ben nou dus al mijn huis kwijt, hè jongens. Goed, hè? Nu al. Dat is geen goed teken. Nou, volgens mij ben je in de buurt. Ja, dat dacht ik ook. Ik heb het nogal zo mooi aangekleed nu. Ik zie sugarcanes. Wil ik gelijk meenemen. Oh boy, echt. Waarom ik? Waarom vergeet ik altijd zo snel de weg? Uiteindelijk ja. Ook planes. Volgens mij was daar ergens bij die planes in de buurt. Bij mij is het al een keertje voorgekomen dat ik gewoon mijn huis helemaal niet meer kon vinden. Ik was toen maar helemaal een nieuw huis opnieuw gaan bouwen. En pas heel laat dat ik ineens weer vond, hé, hey, daar is mijn huis. Ik, moet... ik heb geen idee. Zo vreselijk zijn als je een nieuw huis moet starten. Ja, dat gaan we niet doen. Ik weet niet hoe ver je hebt wezen reizen. Niet echt ver, ik ben in een rondje dacht ik gaan lopen. Want daar heb ik een torch neergeplaatst van, hé, kijk, die kant zou mijn huis ergens moeten zijn. Wat niet het geval is. Dus waarschijnlijk zit mijn huis dan daar ergens... Ik ben niet het water overgegaan, maar ik ben ook niet richting de bergen gegaan. Plus er zijn torches, dus als het donker wordt geeft het licht. Dat ziet er al helemaal niet uit als. Oh boy, en het wordt nou nacht. Oh, gevaarlijk. Ik schreef niet om mijn boodschappen maar even uit te pakken. Want met een zware boodschappentas meekijken, dat is niet handig. Oké, okay, jongens. Dit is niet leuk. Ik weet niet meer waar mijn huis is. Oeps. Oh boy. Ik herinner me die waterval met iets, maar... Oh boy, ik hoor een spin. Zit hij achter me? Ik ben toch nog niet in bepaald te gaan lopen vechten en alles. Wacht, ik zie daar nog een torch. Oh ja, daar dachten we in de eerste instantie dat daar een cave zat. Zitten we nog in de buurt? Ik zie hem! Ah, mooi. Denk ik. Ja, dat is hem. Definitely. Nee, ik ben er niet. Nee, ik ben er niet. Nee, ik ben er echt niet. Oh, shiitakesaus. Zoveel vijanden. Oh, zoveel vijanden. Ik ben veilig! Soort van, ik hoor spinnen. Oh boy. Mijn huis is nog niet spinproof. Hi. Oh, dat was wel een aardig avontuur, ja.
En dan hebben we nog niet eens iets gevonden. Ja, we hebben een beetje iron gevonden. Nou ja, we kunnen een beetje iron plaat of gaan smelten. Dan hebben we tenminste een armor broek dinges. Oké, ik ga die spin proberen weg te halen, maar... Hi. Kun je wat string droppen? Dan hebben we misschien een hengel. Kunnen we gaan vissen? Hallo? Je moet niet vallen. Waar ben je? Waar is die spin? Oh, zo. Hoi. Auw. 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 Je staat nogal... Hier, neem wat vlees. Ik wil echt bijna omhoog. Oh, hoi creeper! Ik ben zo blij dat ik die vensterring hier omheen heb gegooid. Hoezo blazen die zich op? Oh. Ik stond niet meer in de buurt. Oké, we kunnen nou wel slapen in ieder geval. Oh. Tot hoe laat ga je streamen? Ik heb geen idee. Oké. Kunnen we dit snel fixen? Ik ben echt bang, jongens. Ik ben echt bang voor alles nu. Waarschijnlijk komen we één blok tekort, want sommige dingen die opgeblazen worden, die vind je gewoon niet meer terug. Ja. Er komen twee blokken tekort. Oké. Kun jij toevallig even die skeletons daar? Fluff? Nee, hè? Ik zie verder geen creeper. Oh, waarom zijn skeletons nou zo slim geworden? Ja. Tuurlijk, je hebt tegenwoordig ook een schild om meer tegen te beschermen, maar ze zijn wel heel gevaarlijk. Ik ben niet van plan om een botertje te maken, want we hebben Fluff al. Oh boy. Maar ik ben al blij dat we ons huis teruggevonden hebben, laten we eerlijk wezen. Al sloeg het helemaal nergens op dat die creeper ontplofte, maar... Nou ja, soms dan... Hebben ze er gewoon zin in, dan hebben ze zoiets van, ja, screw it. Hoe ver weg je ook staat, dan willen ze nog steeds exploderen. Oh, ik hoorde dat. Hallo? Maar ja, daarom zijn creepers ook zo eng. Ze zijn zo onvoorspelbaar. En zo deadly. Een botertje will always come back. Nou, ik zeg altijd van... ik ga door met livestreamen totdat ik op einde livestream druk. Oké, maar. We kunnen eindelijk nu heel eventjes wat kool of wat iron maken. We hebben een schild en dat schild heeft... We hebben een boog. Ik heb een boog. Dat kan zeker helpen. Oké, ik heb pas 5 pijlen, maar... En Fluff zit lekker rondjes te draaien. Ja, laat lekker fluffen, even lekker rondjes draaien. Leuk video, rondjes draaien. Volgens mij probeert Fluff zijn eigen staart te achtervolgen. Ja, maar hallo, ik heb nog 2 andere pickaxes, killboy. Maar toch bedankt dat je met me meekijkt. Maar het allerbelangrijkste wat we nou kunnen maken...
Ja, ik weet niet hoe goed dat... Zo. Oh, oké, okay. Je bent helemaal vol health weer. Dan is het goed. Het allerbelangrijkste wat we nou kunnen maken... Tenminste, aldus volgens onze mummie... Is de hengel! Als er één ding overpowered is in Minecraft, dan is het wel vissen. Ja. Ik weet niet of dat aangepast is... Maar... We kunnen vissen. Het is niet aangepast. Er zit een haartje hier de hele tijd in mijn ooghoek. Vervelend is het aan je pet, zeg. Zo. Eens even kijken. Ja, de eiksen hadden we niet nodig. Hout hadden we daarvoor. Oh ja, wacht even. We moesten eventjes onze fence even fixen. Oh, dat was het probleem, ja. Toef, toef. Nee, andersom. Ik haal ze altijd door elkaar heen. Altijd. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Zo. Hoppakee. En we hebben een beetje defense. Maar je ziet niet dat je defense hebt. Nee, dat heb ik even speciaal zo gemaakt. Astafa, ben jij mij nou hier gewoon aan het jinxen? Fence fixen met Stevie gaat fout. Hij is me gewoon aan het jinxen, zie je daar. Dat is niet mee. Nee, niet echt, nee. Hoppakee. Goed. Het huis is in ieder geval, dat is nou gefixt. Maar we hebben nog niet genoeg iron. We moeten echt een cave vinden. Maar laten we dit keer dan niet verdwalen. Dat lijkt me heel erg gunstig. Daniel, gezellig dat je er was. Ja, ik ga dadelijk ook eten maken hoor. Ik bedoel serieus, ik ben nou om 5 uur begonnen met livestream. We zijn al 2,5 uur bijna live, jongens. Serieus. Tijd vliegt. En dat vliegt weer een seconde. En weer een seconde. En weer een seconde. Dan gaan we weer 12 uurtjes. Rattenfles, die hou ik daar al eventjes bij. Houten meuk, daar kan weer daarbij. Dat mag daarbij. Oh ja, ik heb hier nog geen torches geplaatst. Dat is wel fijn om hier de torches te plaatsen. Ah, slim. Sparkle shiny kaas, maar dat hebben we nog niet. Oké, die hebben we nou. Oh ja, dat is, dat mag ook wel even in de meukjes. Dat is de, oh nee, wacht, dat doen we dan even in deze. Daar. Ik ga dat zo allemaal niet onthouden, dat gaat zo grappig worden. Net zoals de bones, die mogen, nee, de bones die moeten weer in dat losse kistje. De bones flikken we allemaal in dat losse kistje. Dirt wil ik bij me houden, sticks wil ik bij me houden. Ladder mag hierbij in, die wil ik bij me houden. Ik vind bones eigenlijk wel passen bij, bij Flups kistje. Ja, vooruit dan. Daarom ga ik het allemaal niet onthouden. Just blame me mee. Maar goed, oké. Okay, kijk naar onze omgeving. De waterval is onze keypoint. De waterval, als we de waterval zien, kunnen we ons huis zien. Duidelijk. Misschien is het toch wel handig om echt zo snel mogelijk een map te hebben of zo. Dan hoor je het al, hè? Who needs a map? Ik? Oh, kijk hier eens. Who needs a map if you have a cave wreck next to your house? En onze speurhond, hoor. En ja, jij bent onze speurhond. Lijkt wel zo'n Ganondorf's Lair hier, weet je wel, van... Oeh, je hebt iets gevonden. Want je moet hem ook echt opengraven gewoon, echt grappig dit. Hoe vaak kom je in een cave-systeem gewoon tegen dat je echt zoiets hebt van... Oh, ik heb iets gevonden. En dat je dan echt wel aan het kijken bent en aan het zoeken bent en dan echt zo van... You have found the cave. En dan dat je hem nog open moet graven, dat is gaaf. Tenminste, ik vind dat gaaf, ik vind het echt gaaf. Nou, ik vind het ook gaaf. Ik ben op het moment doodsbang, maar ik vind dit gaaf. Oké, probeer. Nou is het. Oké.
Nou gaan we met Toortje spelen. Fluff! Weet je wat, Fluff? Jij blijft thuis. Ik wil niet dat jij doodgaat. Dat was een hele grote sprong van Fluff, inderdaad. Ja, daarom. Ik wil niet dat Fluff doodgaat. Fluff, het spijt me zeer, maar het is te risicovol. Jij blijft gewoon hier. Houd de boel gewoon goed in de gaten. Kom hier, Fluff. En zit. En blijf. Discussie naar het achtste. Goed. Nou zijn we fluffyloos. Goed. Let's do this. Minecraft muziek zou nu wel mogen beginnen eigenlijk. Zo'n spannend deuntje, weet je wel. Gewoon zo. En dan zorg ik wel voor mijn eigen Minecraft muziek dat ik het wel op commando kan plaatsen van en nu wil ik Minecraft muziek. Misschien een tip voor de volgende livestream. Wat zit hieronder? Ik zag iets groens. Ja hoor. Waarom nou? Oh boy. Mumee, waarom doen ze me dit aan? Omdat het dan spannend is. Oh boy. Spanning is sensatie. En sensatie... is sensationeel. Ah, we hebben weer iron. Ik vertrouw de creeper echt niet. Zie je hem daar? Wacht eventjes. Dag creeper! Oké, okay, hij is dood. Hij is gewoon dood gegaan door falling damage. Nice. Hij probeerde via dit blokje gewoon naar boven te springen en dan mij op te blazen, weet je wel? Zo van, oh, jij denkt dat ik er niet bij kan komen. Moet je eens opletten. En daar zat hij gewoon 2 uur op te wachten volgens Killboy. Zomaar! En daarmee blaast hij dit verhaaltje uit. Nou, ik dacht het niet! Dit gaat echt schuin heel diep naar beneden, jongens. Ik ben hier geen fan van. Het is een beetje hier verlichten. Die creeper kijkt ook de livestream en wist precies wanneer dat Steve zou komen. Nee, dat weet hij niet, want er zit namelijk een delay van zoveel seconden. Ja, het is nog best wel lastig in te schatten hoor, met zo'n delay. Oké, dit is een hele lastige vluchtroute, maar het is een vluchtroute. Oh, dat is geen vluchtroute. Ik wou hier niet naar beneden springen. Oké. Oké, we zitten weer goed. Dit is geen leuke cave. Hallo? Ja, de creeper is dood, oké. Die creeper creept niet meer, toch? Ik wil heel even te snel even een trapje maken, zo. Ah! Oké. Okay. Oh, jongens toch. Ik vind het helemaal niks. Ja, maar hier kun je wel de leuke iron vinden. Dus je hebt het nodig. I know, maar ik vind het helemaal niet. Hoezo niet? Je vindt kool, dus je vindt iets. En blijkbaar gaat bij jou weer de afstandsbediening af. Ik heb het goed, ik weet het goed gemaakt. Ik zet gewoon heel eventjes de muziek hiervan heel eventjes op stil. Ik heb namelijk een hele mooie muzieklijst die ik eventueel zou kunnen gebruiken hiervoor. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, jij weet al welke ik bedoel. Denk ik. Ja. Music and sounds. Music, uit. Als die muziek niet wil gaan spelen, dan zorg ik er zelf wel voor onze muziek. Even kijken. Ik heb die Mystery Dungeon file waar dat mijn Let's Play stuff in zat. Die heb ik nog. En daarin zit, als het goed is, Mystery Dungeon muziek.
Zal ik hem wel een beetje zachtjes zetten tot het echt achtergrondmuziek is? En deze muziek past hier wel bij. Die klinkt leuk. Jongens, laat even weten of het niet storend is, of te hard is, of te zacht is. Laat even weten. Nee, is goed. Mooi. En het grappige is, ik ken, als er dus in één keer een ontoepasselijk nummer bij komt, ken ik hem via mijn toetsenbord, ken ik hem gelijk nog veranderen. Dus dan hoef ik nog niet eens te pauzeren. Dat is makkelijk. En waarom is Cole belangrijk? Daar kom je wel achter als je een village tegenkomt. Mimme heeft mij geleerd hoe overpowered villagers zijn. Alleen ik heb nog geen vluchtroute en daar ben ik... Oh nee, daar loopt... Oké, daar loopt de trap, dus dan wil ik hem zo. Zo. Nou hebben we echt een beter beeld van hoe dat deze trap loopt. Oké. Okay. We zijn weer terug. Oké, dit loopt dus twee kanten op en we weten niet wat daar onder ons zit. Dit is creepy. En het loopt daar ook nog naar boven door. Oh, hier ligt nog iron. Dat is handig. Zeker. Ja, ik zag hem, Skillboy. Ik zag hem. Als we genoeg hebben voor een full set, Ja, ik moet ook rekening houden natuurlijk met een zwaard. Dus een zwaard is eigenlijk nu ook wel heel erg fijn om te hebben dadelijk. Daar onder het water ligt ook nog iron. Dat water daar stroomt daar nog mooi door. Ik wil eigenlijk eerst naar boven toe. Maar ik heb nog geen zekerheid. Wat ik wel kan doen, is gewoon eventjes hier zo nou een bruggetje naar maken. En dan gewoon via het water. Als er boven een creepy zit, dan zijn we de sjaak. Maar daar hebben we onze schild voor. Ik vind deze muziek er niet bij passen. Skip. Nope. Ja, dit is weer beter. Oh, wat een heerlijke watervis. Ik geluiden. Het was gezellig dat je er bent, Tot je er was, Denise. Tot de volgende. Oké, en hier loopt het weer. Stel naar beneden. Volgens mij zit er beneden lava. Yup, daar beneden zit lava. Gaat wel weer stel naar beneden. Maar ik hou niet van lava. Ik... Fluff houdt van lava. Maar ik niet. Ik weet nog niet waar ik zelf eigenlijk van hou. Ik weet nog niet eens waar ik in zou willen evolueren op het moment. Al weet ik wel dat als we daarin vallen, dan is definitely game over. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. Wat? Lava, waar en Fluff komt gelijk erbij. Ben ik weer. We gaan deze route op in verband met lava. En we weten dat Fluff van lava houdt. En aangezien dat Minecraft muziek geen zin heeft om het in één keer spannend te maken, doen we het zelf maar. Maar welkom terug, Fluff. Nou, het grappige is, als het goed is, omdat we torches hebben geplaatst, zullen ze achter ons niet spawnen. Nou, de kans is klein.
Want er kunnen af en toe net een plekje zitten waar het nog wel kan. Maar de kans is gewoon heel klein. Dankjewel voor die zekerheid, Mimé. Ik voelde me eindelijk een beetje op mijn gemak. Sorry dat ik het ballonnetje lek prik. Ik heb Fluff eventjes thuis achtergelaten. Die sprong overal de gaten in. Voor Fluff's eigen veiligheid heb ik gezegd, sorry Fluff, jij blijft nu thuis. Ja, deze cave systeem heeft te steile drops en dergelijke. En Fluff dacht gewoon, ah, ik spring wel gewoon leuk. Oké, mysterieuze muziek vind ik er wel bij passen. Goed. Ik kan nooit genoeg kool hebben. Dat weet ik echt uit ervaring. Let's be very careful about this. Oké, daar schrok ik echt legit van. Ik schrok ook van mijn eigen hik. Dus ik ben niet de enige. Misschien dat ik echt... Wacht eventjes, als ik... dat nou eens anders doe. Nou eens dat zo doe. Zo komen we dan weer hier boven. Wat zit hier? Spanhoekje, hè? Dat zien we wel weer zo. Oké, dan kan ik weer zo naar boven klimmen. Oké, dat is goed. Goed, dan gaan we zo weer naar beneden. Gewoon veilig. Normaal gesproken, als je hardcore zit te spelen, dan heb je zoiets van, nee, dit gaat veel te snel. Nee, ik ga hier nog niet eens heen. Meestal met zo'n cave-systeem neem ik wel de gok, want hij loopt wel tot heel laag door. Dus daar kunnen goede dingen in te vinden zijn. Ja, dat, zo denk ik dus ook. Maar volgens mij loopt het daar beneden al dood. Ik ben hier om erachter te komen. Ja, ik weet het. Hallo? Bang. Dit is Flycap. Nou, we hebben nog de... Tot ik even 5 blokken in elke richting kan minen. We hebben ervoor gewerkt, dus... Misschien is er inderdaad nog een cave-systeem hier direct tegenaan. Vergeet niet, we hebben deze cave-systeem gevonden bij pure luck. We zagen één gaatje. Ja. Nee, ik denk nog niet dat we op diamonds niveau zitten, maar het loopt hier helaas dood. Jammer. We hebben nog één kant. Niks. Maar we hebben nog een andere... Want die waterval daar aan de andere kant kon je ook nog verder naar beneden toe. En... Blijkbaar heb ik mijn vluchtroute niet goed gemaakt. Nou, het maakt niet uit. We kunnen dit in ieder geval dadelijk afblokken. We moeten wel heel voorzichtig zijn met klimmen. Ja, want in goede val in, dat zou open kunnen zijn. Kijk, we kunnen hier dadelijk nog verder naar beneden toe. Want daar zie ik alweer iron zitten. Ah, dat is ook al goed. Dat hebben we ook nog nodig. Even ervoor zorgen dat. Nou, trouwens, moeten we dan. Wel goed doen. Daar komt niks meer doorheen. Dat is afgeblokt.
Oké. Dus we moeten hier naar beneden toe. Dat kunnen we zo doen. Ik zie niks. Vinden jullie het net zo spannend als ik? Ik vind het in ieder geval heel spannend. Ik zit hier echt ondertussen met code bruin, weet je wel? Dus, Zo erg ook weer niet bij mij, maar... Oh shit! Oké, oké. Kom maar, jongen. Oké, waar ben je? Ja, dat is gewoon zo in het donker dat je hem gewoon niet ziet. Ah, hij zit daar achter het hoekje. Ziet hem daar! Ziet hem daar, die stiekemert! Oké, ik ga het gewoon proberen. Ik heb maar weinig pijlen, I don't care. Oké, ik kan hem maar één keer raken, want nu zit hij echt helemaal in het hoekje. Maar ik weet niet of het daarachter veilig is. Oh, ik hoor echt zoveel geluiden. Ik vind het echt doodeng, jongens. Ik geloof in je. We hebben hem. Hij is neer. Oké. Okay. Die kant is even afgeblokt. Daar komt niemand doorheen. Ik weet dat er iron zit, maar het moet veilig. Als het niet veilig is, dan ga ik er niet heen. Nee, snap ik. Hoezo is het vies? Ik bedoel serieus, we hebben dirt als bruin en... Hallo? Oh, weer een tevens. Weer een... T-splitsing hier. Oh, en hieronder loopt het ook nog door. En daar zit lava. En ik hoor een skeleton. Hoeveel iron hebben we ondertussen? 13. Ik weet het niet, maar we hebben hier op pancode bruine paddenstoelen. I made mushroom soup. Oké, okay, nou in ieder geval, we weten dat hier nou niks meer zou spawnen. Dus dan kunnen we hier die zombies even aan de kant gooien. Kom maar. Kom hè. Ik weet dat je er zit. Oh, daar zit nou ook een creeper. Oké, die creeper komt eraan. Die creeper komt er niet aan. Die creeper komt er nu wel aan. En dat was een blokje iron. Dat is jammer. Ah. Maar waar is die zombie heen? Ik zag alleen een spin daar. Een spin en een zombie zag ik, maar... Daar zit hij. Oké, hij heeft ons gezien. Ik denk inderdaad een code lava, want ik zie daar ook licht vandaan komen. Ja, ik ook. Maar we hebben ook nog wat meer iron. Oké, ik wil eerst mijn torches eventjes in mijn hotbar weer hebben. Hallo! Zo far zo goed. Ik hou niet van deze splitsingen. Oké, het is daar druk. En mijn zwaard is bijna kapot, dus... Hi. Moet ik dadelijk eventjes gaan smelten. Oeh, oké. Okay. Dat daar is code lava met nog meer iron. Dus wat gaan we doen? Wij weten dat daar een creeper zit. Zat. Hallo?
was de creeper. If you can't beat him, let him explode. Goud. Dat is ook heel fijn. Want dan kun je de appels nog lekkerder maken. I know. Eerst die creeper even wegjagen. Ah, net te laat mijn schild op, maar dat maakt niet uit. Het was maar minor damage. Dus ik heb flex tape bij me. Flex tape super strong. I just saw this boat in half. Appels met kaas. Oké, we hebben hier nog een beetje iron. Dat is de laatste iron wat we collecten. Dan gaan we hier heel eventjes een kleine inkeving maken. En dan gaan we hier rustig even smelten en even wat drinken. En dan kan ik heel eventjes kijken hoe dat met de chat gaat. En minder bang zijn. En hoi! Hey, Super Mario Player! Nou, 1... 2... 3... Oké, dit is de max. Zo. Even een mooi toortje erbij. We hebben onze furnace hebben we meegenomen. Want zo slim zijn we wel. We hebben onze crafting table hebben we meegenomen. We hebben coal bij ons, want die hebben we al genoeg gemined ondertussen. Let's put the iron there. Nog wel. Oei, jongens toch. Nou, het gaat nu wel aardig. Mooi cave systeem gevonden. Maar ja, vlak hiervoor was het nog best wel eng met huis kwijt zijn en dat soort dingen. Ja, dat. Oeh, creepy. Oké, het eerst ook even gaan maken. Mijn zwaard. Oké, we hebben een zwaard. Ja, deze daar. Die pakt sta ik toch niks meer mee. Dan doen we gewoon eventjes een dumphoekje voor maken. We go iron. Nou, misschien kan ik ook alvast eventjes een extra. Ja, want er zitten. Nou ja, ik kan even wat stenen pickaxe even bijmaken. En één iron. Oh, wacht. Dan moet ik heel eventjes. We hebben ook al goud gevonden. Dus dan zouden we op. Isn't it an iron pick? Tuurlijk! Oh, ik ook. Nou, het probleem is, we zitten niet met zoveel iron op het moment. Dus we moeten heel erg zuinig zijn met waar besteden we onze iron aan. Een gouden hoe? Een gouden hoe? Hoe dan? Nou, gewoon een gouden hoe. Oké, laten we eens eventjes een broek maken die we niet zien. Ik ga er niet vanuit dat we al gelijk iets van diamonds zouden vinden. Het zou heel mooi zijn, maar ik ga er niet vanuit. Hoe? Je weet wel, om te farmen hoe. Hoe? Hoe dan? Hoe? We beginnen een beetje op een L te klinken, weet je wel. Als Gebora, Gebora. Wanneer what I said again? Hoe? We hebben in ieder geval ook genoeg voor een helm al. En we komen natuurlijk één iron tekort voor een iron shoes. Oké, dan ga ik gewoon heel voorzichtig. Wie is een doel? Hoe? Eerst komen ze naar me toe en dan is er een dokter is hoe en... Kijk, hier was het goud toch, hè? Ja, hier was het goud.
Dan is er weer een dokter een hoe en dan is er weer een tool is hoe en... Ja, ik wil dit goud hebben. Hi Zubat. Oeh, wat een heerlijke mysterieuze muziek dit. Oh boy. Hier ligt één blokje! Oh mijn... Hoe is Engels? Nee, wat is Engels? Niet hoe. Ik snap er echt helemaal niks meer van. Snap jij het nog meer mee? Nee hoor. Maar ik heb er nooit wat van gesnapt. Ik acteerde alleen maar. Ah. Hoe dan? Hoe spreek je Engels uit? Ja, hoe? Nee, dat is how. Sorry. Bijna goed. Stevie is niet leuk, maar je weet wat we bedoelen. Nee. Echt niet? Jawel. Of ben ik gemeen? Nee, we hebben geen spannende of vrolijke muziek. Nee, vind ik veel te vrolijk. Nee. Nee, we zitten niet in Trace Town. Nee. Oké, okay, we zitten weer op spannende muziek. Mooi. Hoe? Wat is help? Ja, precies. Zo denk ik er ook over. Oké, die is kapot. We zitten in ieder geval nu op full iron armor. Dus... De veiligheid is er een beetje. Dat wil nou niet zeggen dat we dus in één keer heel erg... ...roekeloos moeten gaan doen. Oké, ik zie redstone. Allemaal voor Mystery Dungeon. Want ik vind Mystery Dungeon verrassend genoeg heel goed passen bij Minecraft. En aangezien dat Minecraft zelf bepaalt wanneer dat ze muziek afspelen... ...en dat dus nou bijna helemaal niet meer doen... Ja, dat is onder zoveel minuten, dan speelt er eindelijk eens een keertje weer een muziek, ja. Iets te veel stilte. Het lijkt wel Breath of the Wild. Misschien was Breath of the Wild te veel geïnspireerd door Minecraft. Misschien wel. Open world. Weinig muziek. Oh. Weinig te doen in die open world. Wat gemeen! Hoekeloos. Ja, geen hoekeloos rijgedrag, hè jongens? Hoekeloos rijgedrag, echt serieus. Oh, nog meer redstone. Zouden we echt diamonds al tegen kunnen komen dadelijk? Ik denk het wel. Koop het. Denk het. Zo, iets. Zoiets? Ja. Hier achter ons zou veilig moeten zijn. Diamonds! Nice! Hoe dan? Nou, zo dan. Het is maar goed dat je net dat ene blokje sloopte. Nee, ik ben niet aan het stripminen, ik ben aan het safeminen nu. Want vergeet niet, we mogen 5 in elke directie, want dan anders zou het stripminen zijn. Maar... Oké, okay, dit denk ik wel veilig is. Moet ik het wel met een goede pickaxe doen? Oh mijn god. Oh, en veel. Gimme, 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 gimme. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme. Dit helpt zeker. Dit.
Gimme. Dan komen we tenminste naar ons doel. Oké. Well played. Hoe? Gewoon in een, met een hoe. Ja, want die was klaar met de redstone mijnen. Hakte nog één blokje naast. Ja, ik dacht bij mijn eigen van ja, eventjes het recht maken. Ja. Ik sloeg nergens op, maar... Het, blijkbaar had het toch zijn reden. Oké, nou dit is wel zo veilig nu op het moment. Ik dacht even dat je een basisfout ging maken. Hè, wat? Recht naar beneden mijnen of zo. Dat hij dat dacht. Nee, natuurlijk niet. Oh. Dit lava is niet leuk gespand. Nee, waarschijnlijk tot ik met stenen pickaxe... Dat is ook een fout die heel veel maken en wegduimens. Ja, dat was de fout die jij dacht. Ah. Nee, dit is niet op een iPad. Dat lijkt me totaal niet spelen zelfs. Het is gewoon op PC. De Java-versie. Ik hou nu van Java. De versie waar daadwerkelijk schilden in zitten. Ik vind het nog steeds stom dat de Bedrock Edition heeft nog altijd geen schild. En nog altijd dat je moet spam klikken om snel aan te vallen. Dat is zo saai. Ik ga dit ook weer heel eventjes netjes, want hey, wie weet, misschien zitten er diamonds achter, hè? Je weet maar nooit. We zitten op de goede niveau, dus lava, de lava weg, het probleem is het loopt daar naar boven, dus echt nut heeft het niet om die kant op te gaan. Oké, hier ligt nog wel wat redstone, dat is wel handig, maar... Loopt het hier nog door? Nope. Oké. Hoeveel diamonds hebben we eigenlijk? 8! 8 is veel. Als ik nou ergens een bucket kan maken... Weet je wat dom is? Dat je iron nodig hebt om gold te hakken, maar je kan geen iron hakken met gold. Weet je wat dom is? Waarom zou je met gold een pickaxe maken? In de eerste instantie. Maar ik dacht dat je met gold wel... ik dacht zelfs dat gold... alles wat je met iron kan hakken, kan je ook met gold hakken. Ik schrok van dat geluidje, want we gaan toch naar boven toe. Ik wil weten wat er achter de lava zit. Dit is een hele gevaarlijk iets wat we gaan doen, jongens. Maar ja. Zonder risico vind je niks. Ja, maar als je doodgaat, ben je diamonds kwijt. Als we doodgaan, dan zijn we ons leven kwijt. Dat is hardcore, jongens. Zenuwslopend dit, jongens. Echt. Mocht je Minecraft al een tijdje niet meer gespeeld hebben omdat je dacht dat het te makkelijk was of zo, probeer hardcore zonder te stripminen. Gaat een wereld voor je open. Ja. Ja, want dan moet je zoeken naar mooie cave-systemen. En hopen dat die cave-systeem maar laag genoeg gaat. En je bent bang voor alles. Ja, want je weet maar nooit wat er in die cave-systemen zit. Voor je weet zitten er allemaal monsters. Oké, ik hoorde een enderman. De enderdragon hebben we besloten. Bij ons is het op het moment de enderdragon proberen te verslaan. Inderdaad. Het leuke Galliaar, en welkom trouwens. Ik heb je naam nog niet voorbij zien komen, dus welkom. Wel. Het doel is... Eigenlijk wat je zelf maakt.
Er zijn diverse bazen, er zijn diverse locaties die je zou kunnen vinden in de game. Eén daarvan is de Ender Dragon. Je hebt de Wither Boss die je kunt verslaan. Je kunt naar de Ocean Temple. Je kunt naar een Woodland Mansion. Er zijn genoeg plekken waar dat je eigenlijk heen zou kunnen. Kijk, als je eerst een gouden voorwerp in de enchantment table doet, dan is je enchant altijd hoog en hou je het gouden voorwerp eruit en dan plaats je de diamant voor je best een chance. Ja, klopt. Oh, dat wist ik nog niet eens. Ik dacht dat het met Iron Pickaxe ook werkte. Simpelweg, sommige materialen zijn makkelijker om te enchanten. Goud is het makkelijkst. Daarna dacht ik dat het ijzer was. Daarna hout. En daarna pas diamonds. In andere woorden, diamond tools zijn moeilijk om te enchanten. Maar ja, die zijn wel het sterkste nadat je ze geenchant hebt volledig. Nou, ik heb in ieder geval een idee. Oh shit. Shit! Wat? Oh, nee! Kom op. Blijf leven. Ah! Oh. Diamonds en zo. Je hebt net diamonds en zo en nu. Je split alleen.